Hoi La Liga Liefhebbers, we zitten aan de zesde aflevering van Croquetta in het vijfde seizoen van de podcast over het Spaanse voetbal. Deze aflevering ja, is er wel een speciale, moet ik eerlijk zeggen. Maar voor we over het waarom uh, dat zo'n speciale is uh, beginnen, wil ik eerst natuurlijk mijn vaste compagnon de route uh, verwelkomen. Koen Frans, je zit er nu een derde aflevering op rij. Oud liefde roest niet, zegt men dan, klopt dat? Ja, als je mij uitnodigt en ik kan, dan. Uh... Dan kom ik nog altijd. Graag. Je komt met veel, met veel graag, ja. Wow. Ja, toch wel. <laughs> Ik zeggen, als Barcelona zo'n slechte match heeft gespeeld, dat is van het weekend iets minder, maar toch nog wel. Ja. Oké. Okay. En in de brede fauteuil uh, zitten Dos Hermanos. Hè. De ene is uh, analist op uh, TV Limburg <laughs> en een uh, dokter in de geschiedenis in Wording. Ja. En uh, de andere is misschien iets bekender. Uh, hij uh, speelt de pannen van de tak bij de competitieleider, bij een team dat nog op drie fronten actief is, bij Union saint Geloise. Dat zijn dus de gebroeders Montes. Welkom, uh, Enrico, en welkom, Alessio. Dank, Dank je wel. wel. Uh, je broer heeft hier al een aflevering uh, gezeten. Dus ik denk dat het nu aan jou is om, om de andere helft van het familieverhaal uit de doeken te doen. Maar ik wilde eigenlijk eerst van jou weten. Um, kijk je of luister je naar Croquetta? En heb je ook de aflevering met je broer gezien? Uh, ja, de aflevering met mijn broer heb ik zeker gezien. En uh, ik probeer het wel te volgen. Uh, ik ben. Om eerlijk te zijn niet meer de allergrootste volger van het Spaanse voetbal. Uh, mede doordat Barcelona niet meer uh, <laughs> de Barcelona succes, van part. vroeger is. Um, maar um, ja, blijft wel altijd een competitie die mij, die mij aanspreekt. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ik vind het nog wel fijn om te volgen. Je bent in tegenstelling tot je broer dus, dus Barca-fan. Uh, maar waarom heb je, heb je voor Barca gekozen? Ja, ik denk eigenlijk de, de voornaamste reden dat eigenlijk echt was omdat hij Real Madrid fan was. <laughs> gewoon, uh, want ja, papa is eigenlijk een uh, ja, grote Madrid fan. Uh, mijn broer dus ook. Dus ik denk dat het gewoon daarom was. Uh, natuurlijk ook, ja, het helpt natuurlijk wel uh, ja, de leeftijd, uh, als ik 7, ja, 8 jaar was, dat ik een beetje voetbal begon te volgen of te beseffen van, uh, ja, dan speelden er wel uh, ja, kleppers als Ronaldinho en zo bij, bij Barcelona op dat moment. Messi begon op te komen. Uh -huh. dus, um, heeft ja, hij dan was... echt de vonk doen overslaan? Uh, Messi vooral, ja. Messi vooral. Um, ja, ik denk dat er gewoon uh, genot is om naar te kijken. Hè. En ook ja, de successen die hij daarna heeft geboekt bij Barcelona. Um, nu is het iets minder. Uh -huh. En Rico, uh, ja, um, zijn er zoiets. Eens... Harde woorden gevallen dan? Want als je dan een klassico opzet in de huiskamer, je bent sowieso al een broer. Dus is er dan eens een Robertje gevochten geweest? Of valt dat wel mee? Meermaals. Meermaals. Meermaals ja. Ja. Ja, maar jij hebt het vaak verloren, want in die periode won Barstad. Ja, ja, klassico's. Dat ja. Wel. En als ze dan eens winnen, ja, dan kijk ja, ik wel, wel extra uitdagingen. Dan, dan is het extra pijnlijk, hè? Als ze het zo goed doen en dan verliezen. Maar ja, meer dan harde woorden gevallen, alleen denk ik. Ja, want tegenwoordig kan jij wel je gram halen, hè. Ja, tegenwoordig je wel. Je vindt zelf met drie goals verschil en zo in klas? Ja, en ik denk de toekomst zit er ook al goed uit. Dus <laughs> <Dat> is, <laughs> ik zit goed voor een paar ja. um, Maar je volgt het rijlen en zeilen, Alessio van Barca uh, niet meer zo op de voet. Ben je dan toch nog altijd binnen jouw ploeg de meest diehard Barca-supporter? Um, ja, ik denk het wel, eigenlijk. Uh, ik denk zeker niet in de ploeg of zo dat er echt... Uh... verder is mij ingefluisterd. Ja, ik weet het niet, Ja, uh, ja, ja ik denk wel dat er... Veel uh, Barça of Real supporters zijn, maar ja, ik denk niet dat er iemand is die het echt uh, op de voet volgt. Zoals ik zeg, het is niet meer ja, zoals gezegd, de klassico's van vroeger zijn niet meer dezelfde als vroeger. Zeker nu ja, dat het niet meer in Kamp nou ook is. Uh, dat doet er ook wel iets aan, denk mm -hmm. ik. Maar uh, ja, vorige klassico, ik denk uh, de Supercup, had hij mij een berichtje gestuurd van uh, ja. Ja, afgangen, ja, het, deed mij, het deed mij gewoon echt niks. Ik, ervan, ik heb zelf niet gekeken. Allee, ik wist op voorhand van ze maken gewoon geen kans. Ja, ja. Dus eigenlijk ben je een beetje een succesor. Uh, misschien de laatste jaren wel, ja. <laughs> goed, uh, dan heb ik misschien nog een goed cadeautje voor u. Uh, gezien je toch een beetje aan het baden was... In een, uh, zeg je dat, een nostalgische uh, sfeer, hè? zoals Nangeland het ooit uh, ja. uh, verklaarde uh, in, uh, in de Zijn Hij is een advocaat in de <laughs> rechtbank. Dus ik heb uh, heel oud impactpapier nog. Uh, je kan meteen zien uit welke periode het dateert. Nee. <laughs> uh, maar ik doe dat altijd. Ik geef altijd wel uh, nieuwe gasten een cadeautje. Wilt je het eens doorgeven yeah. aan uw broer. En terwijl hij dat uitlegt, uh, ik mocht het dan ook tonen, maar wil ik ook even uh, misschien ook. Al meteen het cadeautje dat hij heeft meegebracht tonen. Hè. Um, we hebben een uh, matchworn shirt van de competitieleider van Union Saint-Gidoise van in de wedstrijd tegen Standaar. Het, uh, het Stendard eigenlijk van, van de papa Castromontes. Hè. Die is jaren en nog steeds verbonden aan de club. Uh, nu zijn een paar jaar gestopt. Ja, ja, hij heeft jaren scout geweest. geweest. Ja. Um, eindresultaat in die wedstrijd was in het voordeel van Union, maar help me eens even. Um, 2-1. 2-1, oké. Okay. En uh, ja, het is ook door, dat uh, kwam er sneller uh, uit dan mij uh, dan eigenlijk, want ik moest nadenken van ja, hoeveel was die wedstrijd weer? Ja, ik, ik heb daar ook heel veel last mee, omdat ik er zoveel moet commentariëren. Ja, wij spelen er ook gewoon tegenwoordig ja. zoveel, dat ik denk van ah ja, die wedstrijd is nog maar een week geleden, maar ja, ja, uiteindelijk wel al onze ja, derde laatste wedstrijd. Aan den Dreef was 0-2, dat wist je misschien Ja, en Brugge ja. was uh, 2-0, dat weet ik ook. <laughs> Goed, uh, toon eens even wat jij gekregen hebt. Ja, heel mooi. Heel mooi. Het is het dus, boek Van uh, Johan tot Frankie van uh, Edwin Winkels. Um, Edwin Winkels is een, een Nederlandse auteur en vooral jarenlang uh, correspondent geweest uh, in Barcelona. Iemand die de stad van binnen en van buiten kent, die ook gewoon fictieboeken en non-fictieboeken. Je uh, zegt mijn droomjob, op dit boek. Ja, ik denk Spans, dat hij voetbal. het nu <laughs> iets minder over sport heeft en meer met zijn uh, schrijverscarrière bezig is. Maar hij heeft uh, eigenlijk te uh, boek gesteld de Nederlandse invloed doorheen. De jaren eigenlijk eh, op, die, op die club. Eh, wij zijn als Belgen en als Limburgers misschien wel wat uh, verbonden, toch? Gelieerd aan, aan, uh, aan Nederland. Uh, dus dat begint bij Rinus Michels, eh, de, de geweldige trainer van mm -hmm. Johan Cruijff bij Ajax. En dan gaat het door tot, uh, tot nu, tot, tot Frenkie de Jong. Leest um, lees je boeken, die... Alessio? jongens? Uh, ik lees eigenlijk zelden boeken. Het <laughs> is een slechte cadeau. Ik denk uh, dat de het misschien het volgende kerstcadeau van mijn broer wel eens zou kunnen zijn. <laughs> ja, gewoon doorgeven, die cadeau. Nee, ik dacht, nee ja. maar het lijkt me, lijkt me wel zeker interessant. Op ja. vliegtuig naar, naar Istanbul binnenkort? Uh, ja, ja. Of doen jullie aan kaarten of zo? Uh, wij spelen eigenlijk. Uh, ja, oh. dat is misschien niet om te zeggen. Uh, ja, we spelen Mario Kart uh, op de Switch. Op de Switch tegen dus, uh, elkaar? Ja, tegen elkaar. Uh, <coughs> hebben we hebben allemaal uh, speciaal daarvoor een Switch gekocht. En uh, ja, maar maar hoeveel kunnen we dan samenspelen met een uh, vliegtuig? Ik denk ja, we kunnen met, met acht of zo spelen, maar we zijn meestal met zes of zeven toch. Dus uh, ja, ja dan begrijpig. spelen we altijd voor iets. Ja, en er is ja. niemand boeken aan het lezen, zelfs Burgess die is geen boeken aan het lezen. Uh, de meesten slapen eigenlijk gewoon met ons drukprogramma. denken ze van, dat kunnen we wel gebruiken. Maar Bo, goed, uh, dat is een goede cadeau dan. Ja, wel. <laughs> uh, <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. uh, we gingen ons vandaag een beetje beperken tot, uh, tot de grote drie uh, ploegen. Uh, dus uh, ja, eigenlijk als je naar de standings kijkt, valt mijn ploeg Atletico dan uh, uit de boot, hè Ja, zeker. Ja, Girona is nog altijd de nummer twee in het klassement. Nog uh, altijd, punt. Ja, het zal niet meer lang gaan. duren, want daar wil ik ja. naartoe. Koen, want ze zijn een beetje op de, de dool. En jij hebt al eens laten verstaan dat je denkt dat ze nog uit de top vier gaan tuimelen. Nee, we hebben gewoon, wanneer was het in november of zo in, in onze WhatsApp-groep? Waar gaat Girona eindigen? En iedereen, oh, eerste of tweede. En ik dacht, ja. Gaan niet blijven duren. En ik heb dan gezegd, ze eindigen vijfde. Want nu denk ik dat ze nog wel... Het zou nog wel kunnen dat ze die top vier houden. Mm -hmm. Maar ik denk dan wel maximum vierde. Ik ja. denk dat er nog wel twee ploegen zullen over. Ze hebben nu net verloren van uh, Mallorca. Van Mallorca. Ja. Um, waar een uh, oud Union-speler jammer genoeg, niet teveel speelgelegenheid uh, krijgt. Nu was hij geschorst, hè? denk ik. Uh, dat zou ik... Kunnen. Kan dat niet? In de beker zat hij al sinds de tribune. Ja, dat zat hij op de tribune. Ik dacht hij ja. nu kwam op VODMOP of op score dat hij geschorst had. Ja, dat zou kunnen, ja. Dan heeft ik zou wel die, niet weten wanneer hij. Die... Hij heeft ooit eens de snelste gele kaart in het club bestaan tegen Real Madrid. Ah, ja, uh, ja, ja. Dat was echt zo na 20 seconden dat hij geel, terecht geel, Sieben. Um, maar we hopen wel dat hij meer minuten gaat krijgen uh, in de toekomst. Um, maar ik wil eigenlijk Girona aanhalen, omdat ja, het is wel een, een parallel verhaal met Union. Ze komen vanuit het niks en ze bestijgen de top uh, in een competitie, in een moeilijke competitie, zoals Union in de Jupiter Pro League. Uh, maar vind je zelf dat er ook parallellen met, met Girona trekken zijn? Want elke keer als ik begin over. Um, ja, die hebben Manchester City en ik probeer dat dan te linken aan Union, met Brighton, zeggen ze bij Union: nee, 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 nee. nee. nee, nee. Heb jij zoiets van. Ja, ik snap wel waarom uh, mensen van Union zouden zeggen: van. dit is niet hetzelfde. Ergens heb ik ook wel het gevoel van: ja, kijk, er zit wel een. Sterke club achter, hè, zoals, zoals bij Union. Maar uh, ik denk dat er misschien. Allez, ik weet ook niet hoe de situatie in uh, Girona zit. Ik kan mij alleen uitspreken over Union. Dus ik denk gewoon dat er in Union uh, wel meer allez, zelfstandig uh, gewerkt wordt in de, in de scouting en in keuzes maken. Terwijl ik denk van uh, Girona dat het toch echt wel uh, ja, Manchester City is uh, ja, ja. dat erachter zit. Heb Want ook paar... zeker, zeker dit jaar, uh -huh. met uh, dat we allebei in de Europa League zitten. Ja. Dat er geen transfers mogen gebeuren, of uh, ja, dat er eigenlijk geen link zou mogen zijn. Uh, ja, ik vond het zoals te... bij Girona: de supporters van Girona konden naar de prijzen die Manchester City had gewonnen gaan kijken in het stadion van Girona. Dat was een soort van trophy tour. <laughs> Ja, dat zou zelf zijn of Brighton wint de EV-Cup en ze komen dan de EV-Cup showen in het Park. Ja. Ik denk niet dat ze. Ja. Te, of uh, of omgegaan de titel ja, ja. en gaat in het uh, amex Stadium even met de lelijke kampioenstrofee van de Belgen. komt daar de Conference League-trofeeën tonen. Dat, ja. kan, dat, ja, kan dat kan ook net zo. Maar ja. dat gaat niet gebeuren bij die twee clubs, denk ik. Ik denk dat Alessio wel gelijk heeft dat het iets meer verweven is bij die twee clubs ja, van de ja. Citigroup dan bij Brighton en Union. Heb je al wedstrijden van Girona meegepikt? Uh, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, ja, natuurlijk, begin van het seizoen. Allee, dan uh, zei het me heel weinig, maar ja, dan begonnen ze het echt wel goed te doen en uh, op de duur denk je ook van oké, okay, ja, ze zijn goed gestart, maar ze gaan hun dip kennen. Ja, uiteindelijk zitten we nu toch al in maart, mm -hmm. staan ze nog altijd tweede, dus... Um, ik heb het wel gevolgd ja, maar, ja ze uh, hebben ook Barcelona voetballes gegeven in het Montjuïc-stadion ja, ja daarom wow, ik vind wow, wow. <laughs> dat was wel een demonstratie hè Twee ik vind uh, yeah. ja ik oh, vind de ze eigenlijk uh, maar... tactisch eigenlijk uh, ja, heel, heel, ja. en, 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 ja, heel heel sterk en heel heel vernieuwend eigenlijk zo tactisch als je ziet um, ook een beetje wel vergelijkbaar met Union denk ik als, wij zo, als ik zo zag uh, vaak proberen zijn overtal te creëren rechts dan ja met Deli Blind die zo uh, of uh, ja, meer inverted komt. Uh, ik denk dat wij dat ook wel zo'n beetje hebben, dat we links echt wel uh, ja, vaak hebben. Jij mee. bent dan de Jan Couto van, uh, van Union. Alleen heb je een beter kapsel, mag ik wel zeggen. Dank je wel. Goed, um, uh, om dat even uh, af te sluiten, denk ik ook wel dat het geloof in de titel bij Union springlevend is en dat dat bij Girona toch niet meer echt... Zeg, uh, Girona? Het hangt ervan af. Girona, Gerona, als je het op zijn Castillaans zegt, op zijn Spaans, en als je het op zijn Catalaans is, is het Girona. Maar Girona gewoon is nooit juist. Nee, dat is niet in enkel juist, Oké, in Goed. Um, over naar uh, een geweldige wedstrijd, moet ik wel zeggen. De 0-0 tussen Atletiek Club en het uh, team waar uh, Alessio en Koen dus uh, fan van zijn, Barcelona. Uh, door de nederlaag van Girona uh, op Mallorca hadden ze kunnen profiteren. En ook Real Madrid had al punten laten liggen. Maar Barça raakte dus niet verder dan een 0-0 gelijkspel in het uh, San Mamés. Ik denk dat de spektakelwaarde in elke wedstrijd in de Pro League dit weekend hoger lag dan, uh, dan dat duel, uh, dat toch nee. een duel was tussen de nummer drie en nummer vijf. Ik heb vlak daarvoor Anderlecht-Eupen gezien en dat was toch gelijkwaardig, vond ik, qua spektakelwaarde. Maar ja. nee, het was, het was geen goede match. Het was inderdaad een kans om dichter te komen bij, bij Real, want eigenlijk, ik zeg dat bij veel respect, maar ja, er zullen geen Girona-fans luisteren, maar ik kijk eigenlijk niet naar, naar Girona. Ik wil als barça fan zo dicht mogelijk bij de eerste plaats komen, mm -hmm. zo dicht mogelijk bij Real. En ja, we konden nu op zes punten komen met nog een Classico in het achterhoofd. Dat dat dan misschien drie punten kunnen zijn. Stel dat je die Classico oh. op een of andere miraculeuze wijze kunt winnen. Maar ja, nu is het wel echt... Ja, ik heb eigenlijk ook geen geloof meer nu dat het nog goed komt. Ook gezien wat er nog is gebeurd in die wedstrijd. Ja, uh, nog was... Los van het slechte resultaat of het mindere resultaat. Het allerslechtste nieuws was inderdaad niet het resultaat. Nee, dat waren die twee spelers die er nog eens uitvallen. Dat kon er nu echt wel niet nog bij. En je mist al Gavi een heel seizoen en dan vallen Frenkie en Pedri uit. En dat zag eruit... Alsof hij niet snel gaat terugkeren. Ja, ja, ja. Is er echt... nog geen nieuws over de enkel van, van Frenkie? Misschien tegen dat de aflevering online staat wel. Maar ja, die enkel die klapte echt wel. Ja, die heel, heel er helemaal ja. De... Ja. Ja, echt Door een geest... klein tikje van die, die speler van Athletic Club. Net voordat hij ging landen, kwam hij ja, met zo'n klein tikje tegen de knie. was het ja, absoluut ja, geen gemeen opzet. Absoluut niet. Maar daardoor klapte hij, denk ik. Ja. Uh, ik denk dat dat wel een paar weken Maar het duurde is. lang voor hij dan op die... Uh, ja, ik ging zeggen draagberry, maar, maar hij kon in dat golfkarretje ging zitten. Hij kon er niet op steunen. Dus nee, maar mij wel positief uh, deed stemmen, was eerst leek hij heel veel pijn te hebben. En dan, als hij dan zat op dat raakbergetje, viel het precies wel qua ja. pijn iets meer uh, mee. Maar ik ben natuurlijk ook geen... geen, nee, een, geen nee, ik geen was op psycho maar... aan het kijken en daar waren ze aan, aan het denken, misschien haalt hij de interlands nog van eind maart uh, begin april. Het is een interlandperiode. Als het een scheur is in de enkele ligamenten, kan dat. Hè? Maar als hij iets gebroken heeft... Ja, dan... Maar gebroken is het zeker niet. Dan, zat u, dan zou hij veel meer pijn hebben, denk ik. Ja, ja, ja lijkt me niet. Dit... maar... Ik nog één eerder... gebroken op ja. een voetbalveld. Je hoort het breken, maar de pijn. eigenlijk relatief gezien valt dat nog wel mee. Het is pas na de operatie, nu ontwaken. Hij zal, ont ontwaken nu, dat de pijn hij zal nu een zwelling hebben, die zal al moeten wegtrekken ja. waarschijnlijk. En dan gaan ze misschien een diagnose kunnen stellen. Maar dat is weken, hè? Ja. misschien ja, zelfs, misschien dat zelfs mij, twee ja. maanden ja. of zo. Ik zeg het in, in het beste geval, lijkt me dat ook uh, voor die Interland? Nee, dat denk ik niet. Dat het denk het ik het beste geval, geval, ja. moet gewoon mikken op het TK. Ja, maar het ja, beste geval, ja. half april, eind april. En dan is het seizoen misschien al gespeeld. Ja. Voor Barcelona en dan gaat hij inderdaad alleen nog maar denken aan dat de EK. Mm -hmm. En dan Pedri, ja, dat ja. was een spier. En hij zegt blijkbaar het is dezelfde de spier ja, ja. als, als waar hij al drie keer. Dan denk ik, ja, dat begint echt Arjen Robbe-achtig. Of, of ja, dat er? is puur over belastingen. Zelfs een Real-supporter ziet dat liever niet gebeuren. Nee, ja, ik vind Pedri een geweldige speler. En ik denk ook al aan het EK met Spanje. Ja. Maar nee, zo'n speler als Frankie of Pedri, dan nee, dat is ik liever niet gebeuren. Ja, hij was tot de zomer van 2021 nooit geblesseerd, Pedri. En dan heb je het seizoen 2020-2021, waar hij 72 wedstrijden in totaal heeft gespeeld. 73 had ik zelfs gelezen, ja. Ja, ik heb met, 72 Met EK en Olympische Spelen. Ja, ja met alles uh... in kluis, 72 of 73. En sindsdien heeft hij negen verschillende blessures opgelopen. En miste hij nu al 71 wedstrijden dus, uh, yes. door die blessure. Door ja ik begint echt gewoon te vrezen voor de rest van zijn carrière. dat, dat gaat ook zoiets in zijn hoofd zitten. elke keer als hij speelt gaat hij denken oh nee ik mag niet hervallen. ik wil mm -hmm. niet hervallen. dat is echt heel erg eigenlijk. maar ja je is denkt dan dat... automatisch dat komt door die overbelasting. maar misschien was hij gewoon al zo frail dat to court, Zou ja toucoure. Nee, hè? Hem, nee, want... hem ook geen 70 matchen? Het is dat een blessure verleden had in de jeugd bij Las Palmas in de tweede klasse toen hij daar doorbrak. dus het is pas door de opeenvolging ja. van de wedstrijden. ja ik, weet ik, het ik, niet. ik, ik zie het allee, ik zie het heel negatief in qua Toekomst dan? Want ik denk, Alessio, als je er één moet uitpikken van de huidige minder presterende Barça-spelers in vergelijking met de gouden periode, maar is dat wel op stip de, met stip op één de, de beste speler toch Peter? Ja, ja zeker ook intrinsiek. Allee, ja, daarom denk ik gewoon: het is zoals gezegd, hè, van ja, voor wat, gaat dat, wat gaat dat betekenen voor de rest van die carrière als het weer diezelfde spier is? Ja. Dat zijn de. Uh, quadriceps, hamstring, dat zijn wel de gevoelige plekken. Uh, heb jij ooit zware blessures gehad in je lopen? Uh, ja, eigenlijk voor mijn profcarrière heb ik de, de zwaarste blessure gehad. Mijn uh, patellap is eigenlijk afgescheurd van mijn bot. Uh, dus ja, een welbekende Osgood-slatter gehad in mijn, mijn hele jeugd. En op het moment heeft dat gewoon gelost. En uh, ja, dat was eigenlijk toen ik 16 jaar was. Dus uh, toen was er zeker nog geen sprake van, van profvoetballer uh -huh. te worden. Uh, maar uiteindelijk is dat heel goed gekomen. Dat is ook wel een blessure na operatie, uh, dat eigenlijk sterker is dan ervoor. Dus uh, daar heb ik bijna geen last meer van. Want het voetbal onder Hein en nu onder Alexander Blessin is toch wel een high intensity. Dat zou toch op die dijspieren serieus wat druk moeten zetten. Ja, dat is, het, dat is het zeker druk. En, maar ik zeg het voor de rest, heb ik uh, vorig jaar, uh, oh ja, twee jaar geleden is nu ondertussen al in november, één keer een scheur gehad. Um, maar voor de rest heb ik nooit echt uh, ja, grotere spierblessures gehad. Tijdens uh, mijn, mijn revalidatie had ik hier ook wel quadriceps, waar ik ook dan allee, ook wel vaker terugkwam bij, bij overbelasting, dat dat wel zo het eerste is uh, dat terug bij me begint te doen. Maar ja, allee, dat is dan ja, een weefsel of zo dat terug open gaat. Niks al te erg. Als ik nu zie uh, hoe Pedri eraf gaat die wedstrijd, ja hij, hij trapt die bal en. Je ziet hem direct tekenen, doen. Ja, dat, is, dat weet je ook gewoon. En ja, hij begint ook direct te huilen. Ja, je hebt er recht met hem te doen. Hij ja, weet ja. van, ja shit, dat is weer dezelfde plek. Weer weken oud. Ja. Hoe kom je terug? Uh, ja, je hebt zo'n schrik dat je heel fragiel ja, Hij bent. zal nooit in zijn gewenste ritme raken daardoor. Hè? Nee, vorig jaar had hij maar een handvol wedstrijden. Mm -hmm. Ik 15. Nu, nu zit hij weer aan dertien of zoiets. Ja, echt een stempel drukken. Sinds dat geweldige seizoen is het ook niet meer. Hè? Er is een periode geweest dat hij, dat hij terug een aantal wedstrijden aan elkaar speelde. dat hij echt terugsterk was. Ik herinner mij een doelpunt op uh, Galatasaray ook. dat hij daar drie man uitkapte mee in beweging. Dan dacht ik, ja, hij is bijna terug. Maar dan ja, niet veel later viel hij die, viel die terug uit. En, en nu, ja, ik vond hem bijvoorbeeld gisteren ook niet, niet, niet waanzinnig spelen. Mm -hmm. of zo. Dan vond ik Gavi op een bepaald moment. Hem, ja, leek hem voorbij te steken qua belang voor de ploeg. Ja, ja, ja. Ook omdat Gavi nooit geblesseerd was. En die loopt dan ook een heel zware blessure mm -hmm. op. Dus, mm -hmm. ja. Het is nu... Ja, je kijkt dus de op. volgende die geblesseerd uh, raakt, is Lamir ja, In, in diezelfde logica als die ook uh, EK... Gelukkig, spelen, gelukkig spelen. gaan ze daar voorzichtig mee om. Die, die start niet alle wedstrijden. Maar gisteren die Valdina, eigenlijk de beste. Hè? Hmm. Dat is eigenlijk de beste speler van Barcelona. Ja, ja. ja, op dit moment, samen met dan die andere jonge gasten, Centraal van Achter, Koubersi, die vond ik ook ja. geweldig. Dat ja, waren de twee die, lichtpunten eigenlijk gisteren. Ja. Samen met Cancelo, ja. dus twee tieners en een huurling. Ja. <laughs> daar moeten wij het zo aan <laughs> hebben nu, op dit moment. Ja. ja. Maar oh, het is ook wel een heel raar seizoen. Okay, je bent nog actief in de Champions League. Je maakt eventueel nog kans op een titel. Um, maar je weet ook dat de coach die er nu is, volgend seizoen geen coach meer is. Dat is ook bij Bayern het geval. Hoe, hoe, hoe moeten ze daarop reageren in die kleedkamer? Bij Liverpool ook. Ja, geen idee. Terwijl... Bij Liverpool is het wel anders. Hè? Het is toch net iets anders, want je voelt... Het bestuur zou liever niet willen dat Klopp vertrekt. En in ja, ja, Barcelona ja, en in manier... is het bestuur heel tevreden dat die beslissing genomen is. En stonden die trainers er waarschijnlijk niet 100% achter. Xavi misschien net iets meer dan toegel. Maar Tja, ik weet niet hoe die spelers daarmee omgaan. Ja, Zouden dat, dat, dat kunnen dubbelplooien? Dat dat helemaal of? anders is. Wat? Ik denk wel dat het echt helemaal anders is. Zoals de situatie in Barcelona met, met Xavi. En uh, in Liverpool. Ja, dat, dat klopt. Ja, ja. Het, is van, ja, het, is, het is mij eigenlijk gewoon te veel aan het worden ja. dat die spelers echt wel iets hebben van oké, okay, ah, die smijten zich nog. Denk ik. Ja, die en smijten ik denk dat dat zich nog, misschien, is... misschien nog extra voor ja. te zeggen want, ah, het is de laatste keer. Tegen Xavi was dan, alleen ik denk ook niet dat Xavi die beslissing had genomen, moest het echt supergoed zijn gegaan. Ik denk niet, ja. Ik blijf dat dus... zo gek vinden. Vorig jaar is het ook met die ploeg kampioen geworden. Ik bedoel, kan me niet beelden dat die spelers echt iets tegen Xavi hebben of daarop uit. Nee, dat ik denk ik ook. Zijn, ik denk eerder dat, dat Xavi zelf is die zoiets heeft van. Ja, ik ben hier Wat echt, echt, echt de een clublegende. Ja. Ja, ja. Ook gewoon van als het, als het ja, niet goed blijft gaan. Ik denk dat je gewoon zijn status als, als clublegend ja, en zo, dat je daar niet aan ah, heeft. Ja, hem op de brandstapel gegooid. Ja. Ja, dat is natuurlijk het gevaar met ja, ja. van die legendes. Voor mij kan Xavi niks verkeerd doen. En veel mensen vinden dat hij veel te veel verdedig nu in zijn trainerschap of in zijn periode als ja. trainer. Maar dat is omdat je die natuurlijk als speler zoveel ongelooflijk goede dingen hebt zien doen voor die club. Maar hij heeft ook geen enkele medestander meer van vroeger die met hem de kleedkamer heeft gedeeld. Hè? Ondertussen niet meer. Nee. Ja, ik snap maar het. Het respect dat een... van die andere jongens die uit La Masia komen voor het figuur Xavi moet toch in ja, die Ja, maar dat zijn er twee. Hè? Allee, ja. Trouwens, Sirti Roberto zit er nog. Ja, ja. Dat was vergeten. Ja, he he. Was het vergeten, hey. ja. <laughs> ja. Uh, maar ik bedoel, een Joao Felix, uh, om er maar eentje te noemen, of een, of een Chilo Zou die echt zoiets hebben van, oh, ik ga me nu dubbel plooien voor die Xavi, omdat dat zo'n geweldige speler was vroeger. Als die niet. weten van, ja, binnen enkele maanden is hij er toch weg en staat er iemand anders voor die dag uit. Ja, ik heb geen idee. Maar ik vraag me echt wel af wie er ook komt of, of wat de, de opvolger van Xavi ook zal, zal doen. Zit daar veel meer in, in die ploeg? In die ik denk dat nou wel, want we hebben daar dikwijls discussies over. Ja. Er is toch genoeg kwaliteit? Als iedereen, om beter voetbal te brengen als dan iedereen fiets is, ja, okay, nu Maar nu is. straks ga je, speel je terugmatch tegen Napoli. En je beschikbare middenvelders zijn Gundogan, Christensen en Sergio Roberto. Romeo, niet vergeten. En Romeo, sorry, ja. En ja. daar moet je dan in de knock-outfase van de Champions League cruciale matchen mee gaan spelen. Dat is gewoon onvoldoende. Ja. Als iedereen fit is, ben ik er je mee gemoeid. Maar ja. toch vind ik het nog altijd. En ik blijf erbij. Vorig jaar kampioen tegen Real Madrid. In dezelfde competitie. Dat was ook Real met 10 punten voorsprong. Ik moet dat hij elke keer zeggen bijna, maar dat was ook Xavi. Hè? Ja. We en dat was vergeten, miss he, maar... zonder missie en zo. Alleen heeft het toch mm -hmm. gedaan, dus. Maar goed, er komt een opvolger? Hè? Wie ja. zou voor jou de ideale opvolger zijn? Blessing. <laughs> ja. Dan zou het wel uh, een heel ander voetbal zijn, denk ik. Ja. Nee, ik weet niet. Ik hoorde Deco wel zeggen dat we moeten afrekenen met het verleden en er zo precies naar we moeten een ander soort voetbal gaan brengen. Ja. Van mij mogen ze ook afrekenen met Deco, hè? Ja. <laughs> Dat is ook het verleden, hè? Deco? Dus. Ja, en dat is vooral de reden dat het zo botst, denk ik, met, met Xavi. Hè. Beste politiek allemaal. Ja, en ze hebben ook een totaal andere voetbalvisie. Deco heeft er ook al voor gezorgd dat er ja, een bekende Portugese makelaar ineens ja. een vaste voet tussen de deur heeft. Nou, ik denk als al die jonge gasten die er nu de voorbije jaren zijn ingekomen. allemaal fietsen zijn en nog stappen zetten en zo. dan heb je op termijn toch terug een leuke ploeg. mits wat goede gerichte trabbugdijen ja, zijn. Ik denk dat er wel trainers, ook al hè, heb je de financiële situatie die niet rooskleurig is toch staan te springen om, om over te nemen. Uh, er wordt gefluisterd dat hans Flick al eventjes Spaans aan het leren is, dat dat eventueel een optie is. Uh, de laatste naam die ik nu hier ook heb uh, horen vallen, uh, is Roberto Martinez. Dat zou... Speciaal. Dat zou een geslaagde zet zijn volgens jou, Henrik? Nee. Nee? Nee, nee. Ik denk het niet. Nee. Het is wel Omdat... de politieke, hè? Ja, ja wel, dat zou hem zin in dat politiek de zou je wel ja. goed zijn, ja. maar... Hij eerder... zou de media wel... Ja. Dat maar, zou in de toekomst misschien nog een perfecte voorzitter van Barcelona kunnen zijn. Hij is een Catalaan, heeft weliswaar geen verleden bij, bij de club, maar... Um, als hij nu het EK wint met Portugal, dan zie, dan zie ik maar, Barcelona nog zo stom met te doen. Ja. ja, stom, ja. Ja, stom, Wie ja. weet lukt dat, hè. Uh, alleen zo is het kunnen, moeilijk ja. om een bondscoach ja, als een goed voorbeeld te gebruiken voor hoe het moet in een club, want dat is toch totaal anders. Maar hij heeft toch al club, clubs ja, gehad, gee, maar Dat is van ja. Everton geleden. de, de beker gewonnen ook... met Wigan. Ja, dat is, is al. Het... Echt, dat is al 13 jaar geleden ondertussen. Wigan Athletic en met Everton was het ook geen, ja. geen grandioos succes. Hè? Dus, ik, uh, ik weet het echt niet wie ik dat. Denk dat... toch dat Barca hoger moet maken dan een mm, terugkeer he? van Pep? Mm, ik... Ja, ja, daar zitten veel barca fans op te wachten. Maar... Maar zou ja, die, dat zou dat die ook een... niet schrik hebben om dan zo een zijn legacy te teeten? Stel dat hij nu komt en die wint ook geen enkele trofee. Dan is hij ook zo van hmm, ja. Maar langs Je kunt de, andere de andere kant. kant goede ja, dat is, dat is zeker gevaar, wel. Ja. Dat is gevaar. Maar langs de andere kant, denk ik ook, misschien voor hem. als hij nu de Champions League met City Boat kan winnen. dat hij zegt van ik ga mezelf nog eens echt uitdagen. voor de club van, van mijn haar toch. Hij ja, heeft ja. de Champions League nu net gewonnen. Hè? Dus uh, het enige wat hem nog moet doen. is de quadruple, hè? denk ik. Uh, Pep Guardiola. Dus. Ah, wel als hem die wint. En dan zegt hij van nu, nu ga ik me echt bewijzen. en ja, ja. ik ga bij zwalpend Barcelona. Ja, het is jammer dat er geen, geen Liga-beker in ons land is, anders konden jullie ook de quadruple winnen dit seizoen. Het ja, ja. zijn al genoeg matchen. Ja, ja. Ik denk dat ze al blij zouden zijn met één prijs. Ja, ja, ik vraag je welke, welke prijs zou jij het liefst winnen? De ja, de titel. Ja, die de titel. andere twee. Ja, nee, de beker. Allee, we staan in de finale. Dus uh, die willen we nu ook heel graag winnen. Maar ja, ik denk ook zeker in de, in de ploeg, zo voor het seizoen begon, dat het echt wel, zo was van ja, de titel? De titel, titel. Ja. Maar ja, natuurlijk, ja, die beker. Conference League, ja. Conference League. Kan toch, uh, of niet? Ja, Als je moeilijk. naar die ploegen kijkt, denk ik alleen Aston Villa. Dat is echt wel... Daar moet je nee, echt wel Ze hopen. moeten eerst nog verder badje. Ja. Ja, ja, ja. ja, uiteraard. Er zitten nog goede ploegen Om erin. even een bekende trainer uh, te uh, quoten. Partido, partido. partido hè? Uh, maar ik begrijp Koen wel. Als ze Frankfurt hebben uitgeschakeld, denk ik... De overgebleven ploegen, die kunnen ze ook wel aan. Ik dat denk, is waar. Ja, ja, ik, ik denk dat je alleen Aston Villa boven Frankfurt kunt ja. zetten. Dus als je... Ja, maar ja, je zit dan op drie fronten actief. Ergens die finale mm. valt daartussen in de play-offs. Je hebt dan al die play-off-matchen. Ja, we waren eigenlijk wel over Barcelona. Sorry, ja, ja maar ja, dat, dat, was, <laughs> maar, afgerond, dat <laughs> was afgerond. Unai Emery. Ja. Ja. Wil we willen gewoon zo snel <laughs> doen. Ja, ah, kijk, kijk. Uh, Enrico is tenminste bezig met scenario. Hij zegt Unai Emery misschien als opvolger van van. Je moet het toch niet dus ook al wel brand en... Aan de absolute top. Als ik Arsenal er even als Arsenal-fan uh, bijreken. Dat kan nog Arsenal, ook, ja. 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 Ik, ik weet niet ik, ik zie denk hem, dat Emery hey, een onderschat trainer is echt waar uh, ook een visionair tactisch geweldig qua voorbereiding uh, fenomenaal echt een freak mm -hmm. maar ik denk de druk van Barcelona dat, dat wel, ze, ja, uh, ja. Ik, ik denk ook zoals hij is nu Emery. al bijna de helft van zijn haren kwijt he. ik vind ja. bijvoorbeeld Ernesto Valverde dat werk dat hij doet bij Club. dat is fantastisch, fantastisch ik, ja, maar. Ik, ik zou dat was bij Barça niet zo slecht nee dat was niet zo slecht leiding. maar ik denk dat het toch allemaal te, ja hij is toch ontslagen op het moment dat ja. je denkt ja, waarom eigenlijk maar dat is toch nog helemaal anders. Pep Guardiola heeft dat ook gezegd: niet voor niks. Het is druk, on ontelbaar, ja, ja. ontelbaar veel keer zwaarder om trainers te zijn van Barcelona en van Manchester City. Of, of dan der welke ploeg in de wereld. Ja, Omdat de, daar gewoon... de pool van trainers wordt dan wel heel klein. Want ja. eh, welke trainers zijn er dan nog over die. Die de druk zouden aankunnen. Alessio het Pip heeft aangehaald. Ik beginnen ook te hopen dat hij een mensen zich nog eens wil duiden. Dat lijkt nu echt wel zeer optimistisch dat hij dan Maar misschien nog niet volgend jaar, maar dan zoals het jaar nadien of zo. Die ziet toch ook die jonge gasten die doorkomen. Meer zo in een soort sportief directeur, al, als ook zo de vader van La zo het overkoepelende. Dat zie ik Pep nog wel doen. En zou dan een goede trainer dan? Misschien niet eens bezig met zijn trainersopleiding, dat weten we niet. Of Messi, Wie weet? Thomas Vermaelen. Dat was ja, die kan dat. zou ook nog gaan vaart worden, omdat hij daar een verleden heeft. Dat was nu niet de meest succesvolle een periode. Een nee, zijn, ik, denk maar ook er, niet, ik denk ook niet dat ze snel nog zo'n ex-speler gaan nemen. Nee, nee als, maar goed, stel je uh, voor: vermalen van de, de nationale U18, waar hij de assistent is van, uh, van Pocognoli, en ja. van de nationale U20. Ineens naar ja. Barcelona. Waarom, waarom geen. De twee meest succesvolle periodes nu waren toch net ex-spelers? Dat was Luis Enrique, die pakte treble, en, en Pep. Ja, maar dus je met, denkt met Xavi nu, ja? ja, dat is ook wel een andere ja, era. Ja, die dus, Messi. Ja, Messi. Ja. Ja. Ze hadden allebei ook Xavi en Iniesta. Dus ja, is Bousquet. En Busquets. Busquets. Ja. Ja. Dus is Marquez niet de grootste kandidaat voor volgend jaar? Ja, ja. Ja, ja. Uh, ja waarschijnlijk. Ik ja. denk dat hij zo voor zijn beurt gepraat heeft en dat dat dan weer al niet goed gevallen is bij de achterban. Ja. Uh, een soort potenzagerij werd hem dan wat verweten. Uh, maar maar... Ik, ik wil ook nog één uitspraak intrekken nu met wat er is gebeurd. Ik heb gezegd: Barcelona, Barcelona kan de Champions League winnen. Ja. Want ik zei: Pedri, Gundogan, uh, Frenkie, dat is ja, het beste poten, middenveld potentieel. Op een ja, goede ja, dag ja. kunnen die van elke andere ploeg ja. het middenveld domineren. Maar ja, nu trek ik dat in. Want ja, dat, ze kunnen met, met wat ze nu nog hebben ter beschikking, maar kunnen maar ze niet de Champions League. Eh, kunnen ze eh, er zelfs al uitvliegen? Dan, tegen uh, Napoli. Iets dat ik nu net verzonnen heb, maar uh -huh. was ze. Probeerde, Tjavid dan met Christensen, nu, nu valt er weer een middenvelder uit. Moeten ze Koubarsi niet gewoon naar dat middenveld? Ja, en schuiven in alles. Ja. Nee. En dat was de enige die linies kon, kon overslaan met ja. een linspeelpaas, over de grond. En die jongen is 17 jaar, net 17 jaar. Ik dus ja, eigenlijk moeten we dan achterin, Balde is ook gekwetst, dus uh, <laughs> wie zetten we links? Ja, Cancelo, Cancelo. links tegen zijn voet, want hij, hij is eigenlijk beter tegen zijn voet op links. Mm -hmm. Daar kan wel. hij ook wel een beetje over meespreken. Soms, denk ik toch. Ja, 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 maar ik vind zeker bij Cancelo ook wel het geval. Ja. Ja. Dan zitten we rechts. Eindelijk is gewoon de rechtsback Sergio Roberto. Nee. En niet meer, Niet meer Koundé, niet meer Araujo, want je voelt aan alles dat die daar niet willen spelen. Dus ja, die ja. moeten gewoon centraal naast elkaar staan. Araujo moet centraal naast Kubarsi, vind ik. Dat, dat is... Ja, maar nee, we zitten Kubarsi al in het middenveld besteld. Ah ja, hè? die schaft door. Ja, ja. Dus Koundé, Araujo en dan rechts, ja, back, rechts Of Inigo Martinez, uh, Araujo. Uh, ja, nee. nee. Het is gewoon is... pijnlijk dat, ja, dat doet een enige rechtsbak, linksbak. Een beetje zo zoals de Kuiper bij Club Brugge. Mm -hmm. die tegen zijn voet moest staan, vanaf dat er één blessure is. En ik vind dat nu bij Barça ook. Ja, de... Maar je dat bij... is dan een linkspoot die rechts moet gaan staan. Ik heb altijd het gevoel dat dat sowieso moeilijker is dan een rechtspoot die links Ik denk gewoon dat dat minder geda Allee, minder gedaan wordt, ja, dat ja. minder vaak voorkomt. Want ik vind dat nu op Maximum dat hij daar wel goed heeft gedaan altijd. Dus, Offensief zeker. Die leek wel bevrijd nu van het weekend, dat ze hem nog eens een keer ja, ze zijn ja, ja. geliefkoosd af ja. mocht spelen. Ja. ja. Want dat is, ja, eigenlijk zegt dat wel genoeg Was... over Barcelona. Dat ze gewoon, ja... Ja, die spelen met de centrale hebben. Ze, hebben, ja. ze hebben Cancelo, die eigenlijk beter links is gewoon. Mm -hmm. Dus ja, ze hebben eigenlijk gewoon geen rechtsachter. Dus, ja. Nog niet! <laughs> uh, ja, ja. Hopelijk uh, kijkt Deko ook... Uh... Maar goed, als jij kunt kiezen tussen Castromontes of Koundé op rechtsback, dan is de keuze toch snel gemaakt, hè? Oeh, dat, is, dat vind ik een heel gemene vraag hier. Ja. Ik vind dat Cundé niet heel slecht doet. Maar ik heb liever een echte rechtsachter op rechtsachter. Ja, dat ah, is zeker, zo het, Koundé, het systeem, is een soort systeem systeem, dat Barcelona speelt. En het voetbal dat Xavi wil brengen. Ik denk toch ook. Die kan toch ook niet tevreden zijn met zijn centrale verdediger als, als rechtsachter. Nee, ik denk ook nee. allee, dat die toch. Ja, die wil dat niet systeem, anders brengen, hè, ja. Ja. Die wil dat zijn een bak echt gewoon een buitenspeler was. Nee, zoals... Ja, goed, ja. langs de andere kant heb je dan ook wel allee, defensief. Ik heb ook al een matchje gezien dit seizoen van Barcelona. Ja, ja de nulhouder hebben ze nu gekund. Hè? De restverdediging ja. is vaak ja, ja. onbestaan. tegen, ja, dat tegen is Granada. Ja. Als ze daar drie goals uh, ja, ja, ja. krijgen, dan denk ik van... Ja, of ja. die match tegen Girona, dat ze er nog vier of pakken. Of Villarreal, hè, waar ja. de laatste match voordat Xavi zijn afscheid aankondigde. Drie dat vijf. Slot, ja. Dat hij daar gewoon kreeg van ruimte. Allee, die dat er eigenlijk nog vier meer kunnen scoren. Dat is ja. niet normaal. Maar ze proberen dat nu wel een beetje op te lossen, vind ik. Ook met Koundé en toch iets meer restverdediging. Maar bijvoorbeeld die match op Napoli, waar ze dan niks weggeven de eerste kans van Napoli is dan ook goal. Dus daar ik ook heel veel schrik mm -hmm. voor op Athletic Club, dat er dan ja, zo één kans ging komen voor ze Ik dacht, eh, ze, brengen, ze brengen Buffalo de Guernica, ja, eh, Villa -Libre. de bebaarde ja. Villa Libre. Ik denk, ja, die gaan, die gaan poppen tot matchwinnaar door een frommel goal van Juventus te scoren, maar dat ja, gebeurde niet. Dus ze, ze kunnen de nul houden. Misschien is dit het, uh, het kantelpunt in het seizoen, Ik Pff, ja, ik weet het, ik weet en ik Heb jij schrik trouwens voor... Het is nu niet komende week, maar de week erop. Napoli? Uh, ja, de thuismatch tegen Napoli. Ja, als ik die hemmatch heb gezien, zou, zou ze daar geen schrik van mogen hebben. Napoli was verschrikkelijk slecht. Maar die winnen dan van het weekend van, van Juventus. En Barcelona. Ook niet echt helemaal Oké, okay, maar, maar Barca verliest dan... De jongen uh, België dat komt, in veroorzaakt de penalty, ja. wordt dan weer gewisseld. Dat was heel raar management, vind ik dat trouwens. Ja, ja. Die moet hadden ja. wel gebroken zijn. <laughs> ja zeker hij wordt nog in de negentigste terug dus. Ja, hij stond ja. er veertien dan minuten van... of zo hè. Waarom ja. zelfs? Allee, hij ik... de fout had Ja, dat weet ik, maar... Ja, maar in de, in de 90ste... ja, Allee. Allee. Allegri Allee. heeft die mens kapot gemaakt. Geeft hij ja. na de match, he? leest hij dan de ja. limfieten. Ja. Heeft hij dan een uitbrander, maar haalt hij er niet terug Dat heeft hij in ik al gezien. Ja, ik heb schrik voor die match. Waar ik nooit had gedacht, na die match, Maar nu ja, zouden er kunnen uitvliegen. Goed, zullen we overgaan naar de zaterdagwedstrijd van de afgelopen speeldag. Valt daar uh, iets over te vertellen? Maar... Uh, <laughs> uh, dus Valencia Real Madrid, 2-2, mooie affiche. Uh, voor de match ook een, een mooi eerbetoon voor de slachtoffers uh, van die verschrikkelijke appartementsbrand in uh, Valencia Stad en uh, Lostier doen ook weer een gooi naar Europees voetbal. Dus op voorhand wist je wel dat Real het niet gemakkelijk zou hebben in, in die wedstrijd, maar eigenlijk het sportieve, de goals. Die verdwijnen in de marge door El Escandalo. Hè. De scheidsrechter genaamd Jesus Gil Manzano nam daar een, een heel rare beslissing. nam ook gewoon de hoofdrol op zich. Ik wil even de Real-supporter in ons midden aan het woord laten. Wat een klucht, mogen we dat zeggen? Ja, het was woedend. <laughs> maar ja, Afstandsbediening vind... naar de, de Nee, woord. dat is gelukkig niet. Maar ja, het was heel raar. Net na de match liet ze dan een beeld zien. Hij ging met zijn fluitje naar zijn mond. En dan wacht hij twee seconden. Hij, nog hij konden, kijkt naar hè? de fase. Hij wacht dan nog en dan net op het moment als de voorzet wordt gegeven, fluit hij dan toch. Ja, ik heb dat ook dat bekeken, vond ik heel vreemd. Ik denk dat dat is omdat Ugo Duro, de spits van Valencia, dan op dat moment tegen hem aan het zeggen is: "Je moet afluiten, je moet afluiten." En daarom wacht hij twee seconden omdat hij verrast is dat hij zo verbaal ja. agressief naar hem toe komt. Maar hij blijft wel constant naar de fase ja, kijken, dus het is dan waarom, het heel is het vreemd Als je inhaleert om te blazen kun je ook gewoon even niet uitblazen, of je fluit het in je mond nee, ja. en dat gewoon inhouden. Dus het was super bizar om te ja. zien. En ik snap ook dat ze bij real woedend zijn, eerlijk gezegd. Maar op, op zich, ik vond dat ze niet heel goed waren in de wedstrijd. Dus 2-2 was wel een, een goede mm -hmm. uitslag. Maar ja, dat is echt gewoon een heel gek moment. En dan om achteraf nog rood te geven aan Bellingham. Ja, ja dat slaat wel op. Misschien alles. ook in de volgende wedstrijd natuurlijk. Ja. Uh, dat, is, dat is belachelijk. Hij is niet meer zo braaf als we dachten, want het was de absolute gentleman. Maar ja, uh, eigenlijk zei hij niet zo heel veel. Het uh, was een uh, fucking the goal. De uh, fucking ball was in the air of zoiets. Ja. Dus, uh, ja, dus, wow. ja. Maar hij ja, heeft hem dat begrepen, de scheids. <laughs> ja, ja, het stond letterlijk zo in het scheidsrechterrapport. Ja, in zijn het... Engelse bewoording stond ja, dat. Ja, ja. Wat ook heel opvallend was in dat scheidsrechterrapport, daar stond uh, wedstrijd minuut 999 rode kaart voor Bellingen. <laughs> maar dat is blijkbaar afgesproken bij de refs. Dat als er dus um, een uh, rode kaart getrokken wordt, niet als de klok loopt. Dus ook niet in de toegevoegde tijd, maar dus hmm. na de eerste helft of voor de match of na de match. Dan schrijven ze daar in het wedstrijdrapport 9-9-9. Uh, dus, uh, er zal misschien enkele wedstrijden moeten brommen, maar uh, hoe werd jij dat als Barça-supporter beleefd? Want ja, ik vond dat ook wel ongelooflijk natuurlijk. Maar Manzano had gewoon moeten, moeten afluiten op het moment dat die corner wordt afgewind. Want de bal gaat naar de zijlijn. En dan komt. Was Brahim Diaz die aan de bal komt? Wie trapt hem? Ja, het Diaz. Brian Diaz. Ja, ja, of... ze, ze zijn even in bal bezet en ze lopen weg van de goal, hè? Uh, die van Real. Ook op dat moment. Dus ja, moment dat is een corner, goal... die wordt ja. Ja, ja, of verlengd of verlinkt. Voor de tweede niet. bal. Ja. wordt opgeraapt in de hoek van de rechthoek. En dan ja. lopen ze eigenlijk weg van de goal voordat dat Diaz die ervoor Dan heeft afblazen. Ja. Dat was niemand. Maar dat was no, dus gehoor. op het moment dat hij. Want ik, ik had daar dan ook iets over getweet. En hij reageerde bij Barça-fans. maar in de eerste helft gebeurde niets gelijk. Maar Valencia-fans ook. Ja, Valencia-fans hij... ook. Hij... Ik, ik dan dacht hij... ik, ja, heb ik echt helemaal hetzelfde. Want één, dat was geen doelpunt. Twee, dat was geen handspel van Carvajal. En drie, die stond gewoon al stil, die deed niks meer. Mm -hmm. Die spelers van Real deden niks meer. Nu, die spelers van, van Valencia, die gingen echt nog mee in duel, mm -hmm. die waren echt nog... Die hadden nog niet helemaal door dat er gefloten was met één verdediger, die klopt zelfs op de grond. Ja, Had die was heel kwaad. Die was, was kwaad en met zijn ja. op de goal ja, ja, geslikt. De derde, derde blazen van de fluit, wat altijd standaard is bij het afluiten ja. van de eerste of tweede helft, gebeurt ook echt letterlijk nadat de bal tegen de touw hangt, nadat ja. Bellingham hem... De eerste fluitsignaal is... Denk Tijdens ik net, de voorzet, en net dan die en drie, ja. nog daarna... Dus ja, well, dat is logisch. andere herkend, ik denk dan altijd, uh, moest dat nu bij Barça gebeuren, zou ik ook niet te veel uh, zagen. Want die worden, ja, in verhouding, die twee clubs, sorry, die worden meer voorgetrokken <laughs> dan die andere clubs. We hebben het hier vorige keer over dan de, atletico, klucht, zeg maar. de klucht van, uh, van Almeria gaat. <laughs> ja, ja, ja. Uh, op Real, die zijn er echt zwaar bestolen. Dit is nog eens gebeurd trouwens, in een match van Real Madrid tegen Malaga, Malaga lang ja. geleden, daar was Malaga bestolen, dus... Ik vind het altijd zo gevaarlijk om dan als Real-supporter ja, te veel te beginnen zagen. Of als Barça-supporter als er zoiets gelijkaardigs gebeurt. Ik was natuurlijk blij. Uh, ja, dat ik dacht is altijd dan ook, op het moment zelf, natuurlijk. Ik dacht aan ja, nog, oh, nog, we kunnen iets ja, aan die achterstand. Uh, morgen winnen in Samames, wie ja. weet. Het is zes punten. Maar ja. Het zal aan het einde van de rit niet veel uitmaken, voor jou, ja. denk ik ook. Dus, ja. en, uh, als we toch over het sportieve even babbelen. Een oude bekende van jou, die scoorde de tweede goal voor Lostje, Romania Remchuk. Zijn derde, wel de die gaat open dit kalenderjaar. Hij begint eindelijk een beetje zijn draai te vinden. Uh, ik zei het net, hè, je kent hem, je hebt er de kleedkamer meegedeeld. Uh, verbaast het je dat hij het de jongste seizoenen toch wat moeilijker heeft? Eigenlijk, eigenlijk niet. Want ik, uh, zoals ja, kende hem van in Gent en daar heeft hij ook wel zo paar moeilijkere periodes gehad, dus ik denk vooral uh, puur kwalitatief en zo ja, het echt topspits, kwaliteit om, om echt ja, zelf in La liga echt een, een topspits mm -hmm. te zijn, maar vooral mentaal denk ik, hè. vooral mentaal. En is dat dan uh, aan zichzelf twijfelen? Of? Ja, ik denk het, aan zichzelf twijfelen uh, natuurlijk ja, die oorlog in Oekraïne, en ik denk dat we daar ook niet te licht moeten overgaan mm -hmm. voor zo'n speler uh, die daar toch ja, echt wel mee bezig is, um, dus dat zal mentaal ook niet geholpen hebben Um, maar ja, ik weet nog, toen, toen hij in Benfica zat, <coughs> um, was onze diëtist uh, eens gaan kijken. En uh, die, die wedstrijd had hij ook gescoord. En de wedstrijd daarna had hij dus die diëtist gezegd van ja, uh, ik zou willen dat je terugkomt. Echt gewoon voor dat goed gevoel, bijgeloven ja. of ja, mentaal ja, ja. van. Dus je had al vliegtuig betaald en alles. Ja, ik weet het <laughs> niet. Maar ja, zo, zo ja. heb ik het toch gehoord, van, uh, ja, ja. dat ze hem dan zeiden. Maar op training wel een van de beste waar je ooit. Uh, ja, zelf op training, zelf op training. Soms gewoon twijfel. Als er als een ja, training toch, ja. is uh, dat de ballen erin vliegen, ja, dan vliegen ze er allemaal in. En uh, als de eerste twee of drie worden gemist, ja, dan mm -hmm. kunnen ze ook wel eens allemaal gemist worden. Mm -hmm. Snap je? Dus nee, ik zeg het, uh, ja, hij, is, hij is groot, uh, sterk, uh, ja, nu nog niet echt zo'n target type, maar uh, toch wel met zijn, met zijn lengte. Technisch vooral, ook toch sterk, vaardig, technisch ja. heel vaardig ja. en uh, vooral ook heel snel. Hè, want, mm -hmm. uh, ja, ja, voor u mag hij in Valencia spelen. blijven. Uh, het is niet dat je nog naar nou, Brugge brug, moet terugkeren. Dat uh, gaan nee, ja. ik, ik zeg het. Ja. Het zou zomaar wel kunnen. Allee, het zou mij ook helemaal niet verbazen moest hij nu volgend jaar terug in Valencia blijven. en daar dan gewoon 10 uh, of 15 maakt mm -hmm. in La Liga. Dat kan zomaar. Dus nu hoop ik ook gewoon met, met ja tegen Real te kunnen scoren. Dat geeft toch ook een extra boost. dat hij misschien terug vertrokken is. Ja, want ja, ik ken het hem ook wel ja, het is op zich wel een goede jongen een ja, heel goede jongen, ja, zeker en vast daarom zeg ik ook, van het is ook wel iemand die daar echt mee in zit met, uh, ja, wat er in zijn okay. land gebeurt en zo. Oké. Goeie assist ook van Carvajal ik bedoel. Yeah, Ja, perfect tussendoor gespeeld. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, afgewerkt, Ja, alleen ja. rond de keeper in. Ja. ja, binnen getapt. Uh, de eerste was ook een beetje geluk. Uh, ja. Uh, dus uh, um, Vinicius Junior van een heel goede jongen naar nog een goede jongen hè? Uh, van karakter uh, Vinicius Junior uh, scoorde ook uh, twee keer bij de eerste. Um, Frommel goal, een beetje. Steekte dan zo'n vuist in de lucht. Uh, A ik weet niet, ja, jij bent hier de sportgeschiedkundige. Weet yeah. je waar ik op, uh, op zin ben? Ja, yeah, de Black Lives Matter of Black ja, Power Ja, Black Lives Matter, dat bestond toen nog niet natuurlijk. Yeah. Oh, Black, en, uh, po Black Power salute van, ik uh, moet ook spieken, Tommy Smit en, uh, en John Carlos uh, mm. op de Spelen um, van Mexico 68. Dat uh, was atletiek, hè, podium. Zij stonden uh, op één en drie, denk ik, en mm -hmm. arm in de lucht. Andere tijden, uiteraard, maar ja, je weet wel waarom Vinicius het deed, hè, omwille van wat er vorig seizoen gebeurd is. Maar ik, ik stel me dan de vraag: hè, ik snap de symboliek, ik snap dat je het wil doen, maar moet dat dan bij zo'n lelijke, lelijke goal? Zou je dat dan niet gewoon beter sparen? voor Goal is goal. Ja, dat maakt niet ja, uit. Ja. Ik denk dat hij dat ook gewoon in zijn hoofd zo had: van als ik hmm. vandaag scoor, dan weet ik wat ik ga doen en dan maakt het hem ook niet uit. Ik denk ja. niet dat hij dan als hij toch scoort, hij. Die reflectie gaat maken van, oef, dat was misschien lelijke golf, ja. had misschien wel beter. Hij niet scoort van. wel nog een tweede keer. En dan moest Brian Diaz hem echt wel tot kant bedaren, want daar was hem weer. Hè. Uh, het publiek aan het uh, opnaaien aan het opjutten. Uh, de Valencia-fans die gefrustreerd waren over uh, het feit dat er ja, zoveel kritiek was op die scheidsrechtelijke beslissing van dat afluiten. Uh, in het uh, voordeel van Valencia, zei van, ja, maar ja, je moet ook wel tweede keer geel geven aan Vinicius op dat moment. Maar dat denk ik dat Ghiso Gilmanzano absoluut wou vermijden. Hè. Ja, hij had de match al niet onder controle. Als hij daar, ja, als als daar rood had gegeven, In dat ja. stadion. Ja, ja. Dus ik snap wel dat hij daar dan mee wegkomt. Maar het blijft wel een probleem. En als real supporter denk ik ook wel dat je er altijd schrik voor, voor blijft hebben. Ja, je verwacht altijd aan die, aan die tweede geel eigenlijk. Hè. Maar ik vind dat hij het recht heeft om dat te doen. Mm -hmm. Want hij, hij heeft ook weer racistische uitspraak. Ja, ja, ja. Van een kind, Ik heb dat beeld ook gezien. Um, en wat ik dan nog het ergste vind, dat was een kind van zeven jaar of zo. Yeah. Dat dus mono schreeuwde, een paar keer achter elkaar. En er was een andere um, op de tribune die dat dan aan het filmen was. Maar dat kind zat op de schoot bij de mama. En die mama zei dat er gefilmd werd. Maar die is het toch niet een filmpje uh, aan het maken? Uh, yeah. Dat ik denk, ja, maar dat is hier niet het belangrijkste, mevrouw. Uh, Uwe kleine is gewoon verschrikkelijk gedrag aan het vertonen. Uh -huh. Omdat hij nu... Gefilmd wordt of niet, daar moet jij je mee bezighouden. Dus, uh, ja. Waarschijnlijk deelt die mama die vreselijke gedachten. Met, dus ja, onder andere zou dat, dan dan dat de niet zijn. Van waar zou die kleine dat hebben? Ja, dat is dus, waarschijnlijk. Het appel ja. valt niet ver van de boom. Dat denk ja. ik, ja. Het probleem in Spanje is dat er gewoon heel veel alledaags racisme mm -hmm. is. En dat is daar zo ingeburgerd dat. Zij beseffen dat niet. Dat als ze die, die ja, het is roepen, niet alleen Valencia nee. supporters, hè? Want nee, nee, het is gewoon De Valencia speler vooral. die gehuurd wordt van Real, uh, Peter, um, die ook nog een goede kans had in die wedstrijd. Nee. Die heeft zijn uh, social media accounts uh, afgesloten, omdat er ja, veel racistische agressie uh, naar hem uh, gestuurd werd op social media. We hebben het ook in ons land trouwens, ook ja. daar ja. uh, heeft ook uh, verwensingen gekregen die op niks lagen en die ook gewoon niet toegestaan zijn. En Kaarse Genk gaat daar nu ook een onderzoek uh, naar voeren. En dat vind ik, vind ik wel heel goed. Maar inderdaad, ja, um, het blijft toch ook wel rond die affiche en rond het Spaanse voetbal hangen. En dat is, dat is ontzettend jammer dat hij in 2024. Nog, nog kan. Um, het is misschien een raar bruggetje, maar <laughs> ik wou toch ook de vraag stellen. Um, als ik aan Vinicius Junior denk, denk en ik ben grote fan, hè, en ik vind ook dat gedrag, dat mannetjesgedrag dat hij heeft, ik vind dat wel. Burgess? Uh... Nee, ik wil niet ah, naar Burgess. Ah, nee, ja. totaal. Ik wil eigenlijk niet naar een huidige ploeggenoot van u, maar eentje waar je vorig jaar mee hebt gespeeld. Gift, Gifts. Gift Orban. Is dat zo wat vergelijkbaar qua karakter, denk ik? Um, ja, ik, ik, nu ik er zo bij nadenk, zie ik wel een paar gelijkenissen. Um, maar ik denk... Ja, ik, het is moeilijk om te oordelen. Ik weet al, ik ken Vinicius ook niet of zo, maar ik denk misschien dat Gift echt in C nog wel beter karakter heeft. Ja, dat, dat er minder kwade minder echt, bedoelingen ja. Ja? bij zitten. Ik denk dat er, als Gift uh, tijd uithaalt, uh, dat er eerder niet over is nagedacht of zo. Tegen bij Vinicius heb ik wel meer het gevoel van... Dat is allemaal wel beredeneerd en... Lijkt het lijkt er dan een beetje op Cristiano Ronaldo. Vinicius ook wel zo wat. Wilde tonen, zichzelf het borst kloppen en ja. daar ook echt wel motivatie uit. Wat zei hij ja. die vorige keer? Ik ben, ik ben de beste. Ja. In de match tegen supporters. vond dat wel cool. De actie oh, ik, ja. uiteindelijk... Ergert jij je geslaagd. eraan, Ergert, eraan of niet? Ah, ergens niet, want ergens ja. denk ik ook gewoon van... Ja, misschien heeft hij misschien niet recht om te doen of zo, maar, ja, ja. Hij heeft wel een punt, hè? Ja, als, ja hij, hij wil zijn punt gewoon maken ja. daarvan. Ja, ja. Dat en en dus jongens... schatten, zo'n gasten, trappen dat die moeten incasseren. Hè? Ja, maar daar ja, hebben we het al over gehad. Dat hebben Messi en Hazard ook en die gaan nooit zo doen. Dat is gewoon karakter. Dat ja, is karakter, maar, ja. onder, Stel dat Cristiano Ronaldo zo'n type voetballer was. Want Cristiano Ronaldo is een machine, maar je kan hem qua voetballend vermogen of qua stijl van voetballen niet zo vergelijken met Vinicius. Maar stel dat hij dat type was die daar altijd de een op een zoekt en... Heel te tijd terugdraait en opnieuw begint te dribbelen en er heel veel plezier uit haalt om iemand tureluurs te dribbelen. De jonge Christiane wat dat mee. ja, wel. ik wou ja. zeggen, bij, bij Manchester United ja, dan. Ja, ja, maar die kreeg ook waarschijnlijk meer. Ja. En ik denk, het karakter waar Christiane zich in heeft ontplooit, maar ook echt een alfamannetje van je welste is, dat hij wel zou reageren mocht hij zoveel stampen uh, krijgen als, als Vinicius en als Messi. Hij zal er ook wel veel hebben geïnstalleerd. Ja, maar ik, ik vind Ronaldo ook geen toonvoorbeeld van oh, dat is een goede karakter of zo. Maar, nee, nee, maar, ik, ja, maar er zijn mensen die daar fan van zijn, hè. dat is gewoon een kwestie van smaken. Ik, ik ben daar geen fan van. De mensen die fan zijn van het karakter van Ronaldo zullen nu toch ook wel denken: Allee, zijn gedrag nu in Saudi-Arabië. Ja, dat biedt gewoon zielig te worden. <laughs> ja. Zelfs, zelfs zal altijd je fan van Ronaldo. omdat ze dat ja. al messi-messi aan het kanderen zijn. Ja, dan, maar, dan is je ja. gewoon een triestig figuur. Ja. Hè? <laughs> Pas op, ik, ik, ik schat de, de kwaliteiten van Ronaldo enorm hoog in. Hè. Dat is misschien wel de op één na beste uh, voetballer van deze mm -hmm. eeuw. Maar ik zie Vinicius dat bijvoorbeeld binnen tien jaar of vijftien jaar ook wel doen als ze dan Haaland Haaland naar hem roepen of zo. Hè? Ja, ah, wel. en omgekeerd niet, denk ik. Ik denk dat zo Haaland en Mbappé dat volgens mij dan minder hebben. Want mm -hmm. tussen die drie gaat het misschien wel gaan de komende jaren voor wie wint ballon door en zo. En dan vind ik Vinicius toch zo het meest vervelende mannetje, ja. ja. Maar ja en dat wel, zal hem ja. ook punten kosten. Geweldige voetballer. Dat weet ik niet. Ronaldo heeft ook vijf ballen doorgenomen. Ja, maar ik denk wel, als je ze nu naast elkaar zet, die drie. En als er gaat gebeuren wat iedereen verwacht dat er gaat gebeuren, Kylian Mbappé naar Real, dan gaat die toch gewoon al die ballen door. Mbappé? Ja. ja ik, ik verwacht nu al dat je ze een Bapé. En Vinicius maar... zal altijd derde zijn, denk ik dan. Ja, dat is de Neymar van zijn. Ja, zo. He. Ja. Een hele goede, maar net niet bij de beste twee, drie van de wereld. Pas op, op een goede dag. En Charlotte zei een zelf... paar weken geleden, Vinicius is de beste ter wereld, maar hij zei erachter wel, als hij zijn je manieren draag, zou De de, maniertjes de trainer laten. het al zegt, dat de maniertjes... Zee, dat was zo, toch iets zo subtiel van te zeggen tegen Vinicius, van, probeer je een beetje in te houden. Er was daar een match vorig jaar, of twee jaar geleden, op Manchester City, dat ik dacht, ja, nu, Vinicius, onhoudbaar. Dat was wel een wedstrijd waar Rodrigo eigenlijk de goals was. Dat was die thuismatch, ah, ja, Dat was okay. die thuismatch. Dat is in die hele match, dat hij okay. zo van op de flank gewoon ja, iedereen uh, eraf liep een vele hoek hem ja. Dat ik denk, wauw, als hij echt een dag heeft, kan hij zelfs tegen de beste ploeg van de wereld, kan hij er eigenlijk mm -hmm. mee doen wat hij wilt Dat ja. heb we vorige, vorige maand ook gezegd, hè, met Angel. Die had heel wat voorbehoud. Als real supporter bij de komst van Mbappé, ik denk, dat is vreemd. Dat zal misschien zelfs uniek zijn. Hoe, hoe, hoe kijkt jij daarnaar? Ik begrijp Angel wel. Ja? Ik wil sowieso aan Mbappé in de ploeg hebben. <laughs> Anders mag je <laughs> maar gewoon. naar komen. Ja, dat is gewoon een monster aanval. Maar ik begrijp wel hoe je zei van die teamdynamiek. Die zit nu wel heel goed. Dat, dat, dat ziet je wel. Ook op het veld. Ook als zo'n Modric invalt en, en die scoort dan vorige mm. week de winnaar. En dan, iedereen is zo super blij voor Modric. En ja, Mbappé is toch wel een speciaal karakter. En ja, dan deze week zag ik hem uh, op eigenlijk... audiëntie gaan bij de president en Demir. De ja, van Qatar. ja ik, ik weet het. Ik weet het ook niet. Je ja, kent een deel van die ploeg natuurlijk al. De, de Fransen, de Chouaméni. Ja, uh, ik Maar ik denk dat er. <coughs> Ik heb één bron daarover, en dat is Siriq Chefrek, collega van ons, die, die verknocht is aan het Franse voetbal. is ook een Fransman. En die zegt altijd: Ja, nee, dat is eigenlijk. Het zijn allemaal broodje-aapverhalen. Uh, dat dat, geen een, ja, dat, dat geen een moeilijke jongen is. En dat hij eigenlijk wel echt best meewalt. Dus. Maar ik denk sowieso: de kwaliteit van een map is gewoon zo hoog. Mm -hmm. ja. dat, hij, dat we die andere dingen daar wel zouden bijnemen. Maar goed, ik denk ook, ook wel. In de ja, als ik nu naar, naar Real Madrid kijk, dan is missen toch ook echt wel een spits op een bepaalde matchen. Hè? Ja, ja, maar. En Mbappe is ook niet echt de, de centrumaanvaller. Oh, okay, die, dus die maakt de, er toch 25? Uh, 25 nee, of... ja. ja, ja. Maar hij komt ook graag van de Vinicius kant, de Hazard kant maar ja, wie, is, wie is nu, nu topschutter bij Real Madrid? Goeie Bellingham? Be he? Bellingham, ja, be maar ja. als middenvelder. Ja, ja. We is wel een beetje stilgevallen. Van, Klas van van Chesky. Foden is een bijgebeend. Wat goals en assists dit seizoen is Foden Bellingham bijgebeend. Dat is zo geruisloos gebeurd precies. Maar ja, Foden. Ja ook ook de, de ook flank niet. komen, hè? Die ja die wordt speelt... ook af en toe ja, ja, die speelt hoger, hè, sowieso. Ja, die maar, twee ja. goals ook gescoord, waaronder één. Wauw. Oké, Berling heeft ook in. al een fenomenale doelpunt. Ja, ja. Trouwens, nog van Modric, dat je zei, dat doelpunt. Uh, dit weekend na die match, al die spelers van Real direct naar hun gsm om iets op Twitter te zetten van een schandaal of dit of dat. Modric heeft ook iets getweet. Die tweet iets over... Diakabi. Dus die is eerst bezorgd om de tegenstander en dan pas boos. Of hij boos. Wel de... De meest vieze blessure. Ik heb die herhaling jammer genoeg. Ja, Het is vies, ja. Uh, En vooral ook hoe hij zijn lijf plooide. Uh, Alleen, Chouaméni zal ik ook wel verschrikkelijk hebben gevoeld. Mm. Ik kon daar niks aan doen, maar is met het volledige gewicht opgevallen. En daardoor ja, stonden deze benen ineens in een. Heel raar. Ja, gewoon. Een heel een veel in de been stond in de andere richting. Dat ja, zo is niet het logo van blozen of zoiets. Zo, oh, zo, zo, ja. zo leek het daar een beetje dat. Ja, is er ja, al een echt vreselijk. Hoe lang dat hij uit is of zo? Maar dat is nog niet. de knie of zo. Een, en de paar schreven ze in één jaar sowieso al. Eén jaar sowieso. Ja, ja, ja dat schreven dus ze een Dat is chirurgisch werk volgens mij ook aan. Om dat allemaal weer maar ik vond hem bij dat van Modric dan. Dan dacht ik van ja, oké, kijk. jij is echt een grote meneer. Ik vond en dat doelpunt vorige week vond een geweldige goal. Die aanname en dat hem die dan weg ligt. Kan ik zelf als Barsaf van zeggen van. Dat is echt een grote meneer. Luca Modric. Ja, misschien moet aan hem toch iets meer speelgelegenheid hebben. Nee, dat denk ik niet. Dat ik ik, niet ik weet niet of Modric dat nog wil. Ja, Modric ik, wil dat, hè? Nee. Wout is hij? Ja, die is 705, 37. Al, um, en de, de club, sinds Florentino Perez er is, heeft één ding altijd gezegd: als je boven 30 jaar bent, verlengen we niet met twee seizoenen of drie seizoenen, maar met één jaar. Sergio Ramos wou altijd twee. En zei: Ik ben kapitein, ik moet er twee krijgen. En uh, hij dacht wel dat Florentino Perez ging budgen, maar die zei ja bye bye. En Modric, ja, die wil er geen twee per se. Maar je twijfelt om zelf een jaar te verlengen, omdat hij vindt dat hij nog meer in zijn markt ja, heeft dan dat dat doet onder Ancelotti, omdat hij maar weinig speelkansen krijgt. Ik kan terug naar Zagreb of zo? Ja, of uh, MLS of zo. Wat is er? Is er 6? 38. Dankjewel. Dat is 85, je dacht het wel. Mm -hmm. ja, bon. ja, okay. Dat is toch wel een mooie leeftijd. Maar ik had gehoord dat hij misschien in de staf zou opgenomen worden bij Real Madrid. Ja, dat maar... heeft Ancelotti voorgesteld. Maar als je zelf nog van mening bent, ja, want ik ben nog goed genoeg om verschil te maken, dan gaat hij niet trainer worden. Maar ik zie hem ook wel niet na alles wat hij heeft gedaan naar, naar Zagreb trekken. en ja, nog zo een jaar Daar nog, spelen, nog een jaar ja. gaan spelen. En mijn les zou ik ook graag... Ja, het is toch mooi om gewoon nu te stoppen bij Real Madrid. En... Ja, ja, ja. Of zo, zoals Rakitic heeft gedaan naar. Uh... Uh, Barcelona nog eens terugkeren naar een andere, ja oké. Okay. Hij heeft natuurlijk niet echt een band met een andere Spaanse ploeg. Dan maar... moet hij naar de Spurs gaan, dat wil niemand denk ik. <laughs> <Wow>. <laughs> ik ben een Arsenal supporter en onder Ensch post ik spelen. Uh, ja oké, okay, maar dan weet je dat, de... dat je geen trofeeën meer gaat winnen. Dus, ja. Nee, nee. Ja. Ja. Dan kun je beter bij Real blijven. Bayern München. hè. Het was Harry Kane van de Spurs. Ah zo. Nee. Nee. Goed, uh, over Lekker. naar uh, Atletico, die ook gespeeld hebben dit uh, weekend natuurlijk. En ze hebben dus gewonnen, want ze speelden in het eigen Metropolitano-stadion. Uh, want buiten huis is het echt werkelijk niks. Een 2 en overwinning tegen Betis. Um, ja, wat zegt het eigenlijk over Atletico als Witzel wederom de beste verdediger is in die ploeg? En ook de meest gebruikte speler is van het elftal. Dat is echt totaal kwijt. We hebben nee, net ja. over Modric had, hè? maar ja, bedoel, hallo generatiegenoot. En... Witzel is wel nog vier jaar jonger, hè? Ja, zo, draait zo. misschien al even lang mee, zo. Ja. daarom denk ik. Ja. Nee, ik vind het straf Witzel nog doe um, maar ja, ah. het is nu ook niet dat hij de pannen van het tak speelt. Uh, ik heb die match tegen Inter ook gezien, allee komen ze heel goed weg met maar 1-0, mm -hmm. maar Witzel was daar ook wel nog de, de minst slechte verdediger. Dat is, de, in plaats van te zeggen, het is de beste verdediger van Atletico op dit moment, moet je volgens mij zeggen, de minst slechte. Ja, hè? Zo, Atletico, daar associeerde eigenlijk... Topverdedigers eigenlijk al. Maar nou, die zijn allemaal uh -huh. wat uh, ja, op leeftijd afgestemd. Ja, en gewoon niet goed genoeg meer. Ja. En ook Simeone blijft altijd wel in dezelfde val vallen waar hij altijd al in gevallen is. Maar Heel veel vallen. vallen ja. um, want wat doet hij nu ook weer, Just dan Een klein beetje op voorsprong. Want toch eerst inmiddels altijd eruit ja. halen en een inbrengen. Of de spits eruit halen en, en, en een extra verdediger erbij gooien, zoals Renildo. Dus ja, ik heb zoiets van: je hebt zoveel kwaliteit in die ploeg durft gewoon eens volledig de kaart van de aanval te trekken. Je gaat absoluut niet afgestraft worden. Ze hebben bij Betis een slechte keeper tussen de palen staan. Dus, dus go for it. Maar dat gaat er nooit in, in slapen. Nou, hè? Daarom ben ik benieuwd wat ze nu gaan doen in die terugmatch tegen Inter. Want ik was echt onder de... Ik, ik kijk nooit Italiaans voetbal. Ik ken daar ook echt niet veel van. Maar ik was echt onder de indruk van Inter. Die speel echt geweldig. Ja, dat was echt geweldig. En, en nogmaals, dat had veel meer dan 1-0 kunnen zijn. Uh -huh. Maar nu moet Atletico wel. Dus wat gaan die doen thuis tegen Inter? Ja, Geen idee. dat is een wereld van verschil altijd. De ja, ja, okay, backing maar. van de, de supporters, dat, dat doet die ineens aan 400% voetballen van hun capaciteiten. Um, maar, en dat is een heel belangrijke maar, is Griezmann tegen dan opgelapt. Want hij heeft nu twee wedstrijden gemist. En ik had dan wel het gevoel, het is misschien niet zo slecht dat hij zijn rustperiode inlast, want hij is echt oververmoeid. Maar ze hebben hem wel altijd nodig. Antoine Griezmann, mm -hmm. of het nu in het middenveld is, of als afwerker, of als aanbieder, het is de belangrijkste speler. En ze dus kunnen hem niet missen. Maar wordt het hoogst haalbare voor Atletico dit seizoen? Want de Champions League gaan die ook niet winnen, hè? Het is het eerste seizoen. Rey liggen ze nu. Als ze niks winnen, dus ja, titel, dat is gaan vliegen, Copa del Rey is gaan vliegen. Dus het enige wat ze nog kunnen winnen is de Champions League. Uh, en dat is nog nooit gebeurd onder Simeone, Maar het zou het eerste seizoen zijn, of de eerste keer zijn waarin Simeone, sinds hij er is, niks van Silverware uh, pakt uh, in meer dan drie jaar. Dus het is van een titel geleden, de laatste keer dat ze een trofee hebben gewonnen. Dat is uh, 2021, dus het is drie jaar geleden. En dat is eigenlijk in de dertien jaar daarvoor nooit voorgevallen. Dus hij heeft altijd om de drie seizoenen iets gewonnen. Of het in ja, ja, een zo. Supercup is. Of maar dat was ingewikkeld titel. uitgelegd. Ja, ja ik ja. snap ja, het ook niet. Ja. Ik dacht, zo hebben die voor. Dus ja, hij wint eigenlijk van, elke drie jaar een trofee. Je hebt altijd een termijn van drie jaar, ja. jaar nodig gehad om en nu gaat één trofee te winnen. Ja. Ja, en nu gaat hij vrij... voor het eerst trofeeeloos blijven, op de... drie jaar. Ja, dat is iets. Tenzij hij de Champs. Daar ziet het wel naar uit. Ja. Ik vond vooral de manier waarop dat ze uit die uh, halve finale van de Copa del Rey. Die thuismatch heb ik nog gezien, dat was misschien nog wel diefje. Mm. maar die terugmatch is echt weggeblazen door mm. Atletico Club, 3-0. op verplaatsing, dat is, dat is precies dat of dat je daar naar kijkt. Dat gaat kijken. Ze hebben wel respect voor KV kortrijk maar thuis hadden ze, uh, buiten dan die, die Copa del Rey-wedstrijd, niks, niks van puntenverlies geleden. Alleen Getafe is daar een 3-3 komen spelen. In de competitie hadden ze echt winst na winst, na winst en straffen overwinningen ook huis hebben ze al hun nederlagen buiten dan die ene in de Copa del Rey, allemaal buiten huis ge, ge, geleden. Dus ik, ik begrijp niet, dat is ook iets mentaal. Um, en, en wat mij ook opvalt, op een of andere manier wordt er niet veel spel rondgemaakt, maar het vertrek van Carrasco is nooit opgevangen. Ja, dan wordt inderdaad geen spellen. Nee, nee. Omdat ik ook dacht van ja, die gaan ze nu niet echt missen. Omdat dat in uw hoofd, ja, dat is. Je hebt toch ja. Het is ook niet dat hij voor twintig doelpunten zorgde elk seizoen, hè, of een voet had in twintig doelpunten. Maar dat is wel degene die met een flits... Ja, dus dat flits de voetballer, echt iemand ja. creatief. En ik ja, denk ja. in die ploeg, zoals je nu zegt, buiten Griezmann. Ja, ik heb Memphis, maar... Pff, ja, oh, Memphis, ja. Memphis ja. ja. Sorry, dat is ook al gebleken bij Barcelona. Dat hij... Dus op, hij scoorde recent nog wel weer al een geweldig doelpunt. En hij, zijn cijfers vallen wel mee, maar hij is om de vijf botten... Ook veel geblesseerd. Veel geblesseerd. En over Memphis gesproken, uh, want ik ga even van de dag op de tak, maar dat verjaardagsfeest hebben we dat gezien. In ja, zijn schilderij. Ja, ja dat, dat <laughs> ook gewoon alle. het was wel echt een fancy uh, bedoeling. En alle genodigden, uh, uh, Pogba was daar, uh, bepaalde Nederlandse rappers waren daar. Maar wat ik vooral straf vond was, wie waren daar ook? Ja, spelers van GL en zo. Vinicius, ja. dat is toch. Ja, ergens dacht ik ook wel, zo'n ja, tien jaar geleden was dat wel niet gebeurd. Zo. Nee. Ik denk Zo de spelers die van Atletico. Atletico die verjaardagsfeesten organiseert. En... Is dat slecht gevallen? Die Diego Godin ben... zou daar niet binnen, want... Nee, daarom nee. ook. Is dat slecht gevallen bij Atletico-fans, of niet? Er is weinig over. over ja, ik de denk dat er wel deels zullen zijn die dat, dat verschrikkelijk zouden, zouden gevonden hebben. Maar ook de spelers nu van Atletico die daar waren... Ik denk dat Arthur Vermeer er niet was, maar... Um, die, die vonden dat ook allemaal geen probleem. Utzell ging dan ook op de foto met, uh, met Chuamini, die er ook was, en zo. Dus uh, Kamavinga was Bang, daar. Die dus, spelers uh, kunnen het veel beter met elkaar vinden dan je denkt waarschijnlijk. Maar ja, voor de bühne mogen we dat niet tonen. Ja, dus, ja er, er moet een, ja, een soort van nee. vete vijandschap zijn. Maar ik denk voor het zo, publiek. Ja, dat de, de luxe en, en zo van het feest daar zo'n beetje ja. die rivaliteit heeft overschaduwd dat het zo eerder was van ja maar was mogen, dat ja, wel, ja die feestje dat ik niet wel ja, ja. Tegen, tegen dan zo van ah ja er zijn nog ook dat van was dat speciale van, leeftijd het? ja die werd dertig of zo. die werd dertig oh, ja ja, 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 ja oké okay. ja. Uh, in Nederland uh, hadden ze wel fel gelachen met zijn zelfportret dat schilderij ja ja, uh, ja, dat ja en, goed uh, een paar dagen ervoor had hij ook um, een geweldige outfit als Mrs. Doubtfire uh, uh, ja. allee hij heeft wel een hippe kledingstijl maar dat, dat was wel een beetje lachwekkend eerlijk gezegd uh, Lachwekkend is ook het aantal minuten dat Arthur Vermeer van dat solo krijgt uh, sinds zijn overgang. Ik vind dat um, jammer. Ik vind ook dat hij meer in zijn mars heeft dan hij mag tonen. Um, want bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Sevilla had ik het echt gevoel van ja, oké, okay, als er nu ene speler is, want Barrios, die een heel goed is in potentie, speelde in een non-match. De ene speler dat ik het nu moet brengen is, is Vermeer. En dan bleef hij 90 minuten op de bank. Hij daarna wel een wedstrijd uh, 20 minuten gespeeld. Uh, ik ben al vergeten tegen wie het was. Ik heb ze wel becommentageerd, maar... Um... <laughs> ja, ik ben het ook vergeten. Ja, het is ik, ik heb nu ook eerste... weer tegen Betis niet, niet gespeeld. En beker nee, niet nee. gespeeld. Champions League niet gespeeld. Nee, nee. nee het, is, het is veel te weinig. Hè. Uh, die eerste basisplaats was natuurlijk ja, misschien een vergiftigd geschenk. Was ook niet goed. Direct gewisseld bij de rust. En sindsdien ja, komt hij er gewoon niet meer in. Nee. Maar was dat niet een beetje te verwachten? Enfin, <laughs> ik had ook aan alles het gevoel dat, dat de entourage Vermeerde en Vermeerde zelf... Liever het seizoen gewoon in Antwerpen nee. uitgedaan. Ja. Ja, ja, daar wel. heb ik ook wel die indruk eigenlijk. Ja, ja. Maar ja, dan heb je Ja, maar ja, dan, een, op... nu, ja, maar ja, dan een voorbereiding om daarin te komen. Mm -hmm. hè. Nu, hij ja, was er twee dagen en ja. hij speelt trekt. Lukt hij geen kind meer Je zit hem misschien een half jaar als voorbereiding. Dat hij een half jaar voorbereiding heeft. Ja. ja, maar wat ik heel erg vrees, ik heb het ook al in een andere podcast gezegd, is El Solo, uh, jonge gasten, ze stuurt die heel graag, zelfs zijn eigen zoons, stuurt hij heel graag naar een andere ploeg om daar ervaring op te doen. Samuel Lino is een heel goed voorbeeld. Bij Valencia uh, echt wel uh, zich ontpopt tot een, een ouder. En dan nu zetten we dat verder, want hij is een van de beste spelers uh, bij Valencia. Ja, ervaring ervan. op Hij heeft al seizoen in de Champions League gespeeld, gescoord tegen Barcelona. Welke ervaring zie je? Ik zou dat niet slecht vinden als hij uitgeleend wordt. Maar ja, je weet hoe wij in België gaan praten hè, als dat dan gebeurt. Maar je kunt ook niet verwachten dat hij nu al basisspeler bij Atletico zou zijn. Nee, ik zeg niet basisspeler, maar ik vind het nee, wel jammer dat hij nooit in er dan geen constructie kunnen, kunnen bedisseld worden dat hij werd gekocht nu en nog een half seizoen was uitgeleend aan Antwerpen? Dan is nee. iedereen tevreden geweest. Maar het, het grote probleem is, is dat het een transfer is van Cerezo, van de voorzitter, en ook wel van uh, sportief directeur, en niet van El Cholo zelf. En dat is vaak dat dat gebeurt in het voetbal. En ik begrijp dat wel, um, behalve misschien in het Engels voetbal, waar een manager echt wel... Uh, mee aan de onderhandelingstafel zit, bij wijze van spreken. Uh, maar er is nog zo'n voorbeeld. Hè? Uh, Galan, of hoe heet hem? Ja? Is er, um, van uh, nu uh, Real Sociedad, de rechtsachter. Die werd gehaald bij Celta de Vigo als hey, we hebben eigenlijk een offensieve rechtsback. Die had de meeste geslaagde dribbles in, in La Liga drie seizoenen aan een stuk. Heeft geen minuut gekregen, is in de winter al verkocht geweest. Dus ja, dus dat is ook een niet-cholo transfer. En dan is hij een stuurse man, is hij koppig. En dan bedoelt hij echt zeggen van ja, hij wil met mijn voeten spelen, ik zal eens met de, de voeten van het bestuur spelen. Want hij heeft ook wel genoeg bewezen dat hij zich dat kan permitteren als, als trainer. Ja. Maar Ik wil eigenlijk één ding nog aan Alessio vragen. Want wij kunnen wel veel zeggen over Vermeer. En ik ben erg gecharmeerd, jij bent erg gecharmeerd, jij bent erg gecharmeerd. je hebt er tegen gespeeld. Is hij echt zo goed als wij ook denken? Uh, ik vind wel dat hij iets speciaals heeft. Ja. En ik vind niet dat hij per se gemakkelijk is op zijn positie of zo om echt op te vallen. Maar ja, de keren dat ik tegen hem heb gespeeld, had ik wel zoiets van. Ja, allez. Ik was, het ook, was ook wel cynisch, hè? In het begin natuurlijk, hij speelde een paar keer. En ja, in de Belgische pers werd hij opgehemeld. en zo. Ik dacht van, ik wil het wel nog allemaal in hetzelfde mm -hmm. zien en zo. Maar natuurlijk ook veel wedstrijden van Antwerpen zien. Ik vind wel uh, dat die jongen iets speciaals heeft. Ja, daar snap ik. Daar snap ik de mensen wel in. Maar ik denk ook gewoon, voor hem, um, dat hij nu in Atletico zit, ja, ik denk, ik denk dat het voor hem ook weer zo was van. Misschien nu beter een half jaar zoveel mogelijk minuten proberen sprokkelen. En ja, nu is het weer een periode minder. Misschien naar het einde van het seizoen terug iets meer. En hopen dan volgend jaar echt uh, ja, basisspeler te worden. Of, of toch vaste invaller. En, en van daaruit echt uh, ja, kansen proberen te pakken. In ieder geval meer dan nu. Dat denk ik wel. Ja. En elke dag trainen met die spelers, daar gaat hij ja, ook al heel veel bij leren. Koken, zelfs Saul Nier, ook al is die. Fameus van zijn piedestal, getotterd bij uh, pie, Wittgenstein. Ja, Griezmann. Griezmann zit naast hem in de kleedkamer. Ik denk dat, dat, wel, dat je dat ook niet mag. Dat is iets kleins, hè. dat is een detail. Nee, maar he? ik denk niet dat je dat mocht onderschatten. Dat je ziet wel aan al die beelden die dan zo ook na de matcha's gaan groeien. Hij wordt daar wel omarmd en in, in begeleid. Mm. Involucrado, zei, uh, zei Simeone. Hij is involved eigenlijk. Uh, ja. Dus in de kleedkamer nemen ze hem wel onder de vleugels. En dat vond hij wel een positief ding. Zou je wel Spaans kunnen, zo snel. Aan was Zoals mij, hè, zo dat. zich behelpen op restaurant. Dat zou allemaal kunnen, denk ik. Ja. Ik denk dat hij zelf ook liever bij Antwerpen was gebleven, maar ik denk dat dan Atletico minder geld zou geven aan nee, Antwerpen. Antwerpen, Antwerpen. Nog minder geld. Antwerpen moest echt wel het ja. geld hebben, denk ik. En ik denk dat daarom ja. toch eens moeten gaan. Nou, laten we hopen dat het nog, uh, nog goed komt. Uh, goed, uh, over naar het laatste hoofdstuk uh, van, uh, van deze uitzending. En dan zit het spervuur aan vragen aan Alessio. Als je dat ziet zitten natuurlijk. Ja, zeker. <laughs> naar op bent je trouwens de, de tweede actieve speler die bij ons in de zetel... Uh, zit in onze podcast. Um, maar ik wil er wel van profiteren dat je hier nu toch bent om toch wel wat vragen te stellen. Je mag allemaal ook nog... Allee, jij kent uw broer, je gaat niet veel vragen stellen, maar <laughs> misschien wel. Um, ik wil beginnen met, hoe voelt het om kampioen van België te zijn? Uh, nu, uh, ja, nu heeft het niet echt veel uh, betekenis nu. Hè, ja, in, kampioen in, van de in hoofd van competitie. de poen wel, hè, want ze zijn sowieso zeker van de eerste plek in de reguliere, Na de reguliere competitie. De competitie ja. 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 En je haat ja. playoffs, dus eigenlijk zijn ze kampioen. Ja, ik heb net in een vorige podcast vandaag nog eens de playoffs <laughs> afgebroken. Dus ja, de playoffs aan zich savan nog, maar die halvering van die punten vind ik ja. echt onwaarschijnlijk. Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Hoor. Ja, Wat nee, vind jij ervan al is, dan, niet. Ja, zijn jullie degene die het benadert. Ja, in, in onze situatie zeggen we nu ook van ja, dat trekt op niks. Uh, ik denk de algemene voetbalsupporter zal ook wel iets hebben van dat is misschien ergens onrechtvaardig of zo. Maar ja, natuurlijk ik kan ook wel begrijpen, zoals Anderlecht of zelf, ja, zelf nog Antwerpen of Brugge, dat die wel denken van ja, die halvering van de, van de punten. iets naast, nice. ja, yeah. Dat heeft misschien wel iets, want het geeft ons nog wel de kans om, om iets te doen. En uiteindelijk denk ik wel van... Ja, we hebben nu, nu veel voorsprongen hè, na, de, na de reguliere competitie. Hopelijk nog na, na twee mm -hmm. wedstrijden. Maar ja, we zijn sowieso toch al eerst. Maar ja, zij we wel verdiend kampioen als geen de play-offs uh, wordt weggespeeld door, door een andere ploeg. En daardoor ja, geen kampioen wordt. Dus ja, dat blijft je natuurlijk. Je wel eens een match verliezen in die play-offs. Dat ja, ja, eh, kan okay, nou, niet maar anders. Antwerpen ja. ja, vorig ja, jaar het ook. Ja, je gaat ook eens een keer een match verliezen in die play-offs. Dus, uh... Ja, ja oké, okay, maar als het blijft zoals het nu is, is de kloof maar vier punten. Mm -hmm. En als je dan toevallig ja, twee, je speelt tien matches in de play-offs. Stel, Anderlecht heeft er uh, drie, drie slechte en nu heeft is er vijf slechte. Ja, dan kan het dat ze erover ja. zijn gegaan. En dan heb je zoiets van, ja, ja. dat is toch niet. Het zou het ook behoorlijk. gewoon echt zuur zijn, van, moesten we toch niet kampioen spelen, maar wel het meeste punten hebben behaald. Mm -hmm. Uh, over heel de lijn. Ja, dus het dat is al eens voorgevallen die, ook bij die jongen hè? dat ze reguliere competitie als winnaar hebben afgesloten en het dan nog weggeven. Dus, uh, de play-offs op zich vind nee, ik niet slecht. ze zijn toch al eens ja, ja, reguliere competitie Vorig jaar waren ze tweede. Vorig jaar veel twee twee ja. punten ja. als Schenk, maar het jaar daarvoor ja. uh, onder Mazu ja. waren ze eerste. Ja, maar dat was maar één of twee punten of ze bij de Stad. Ja, als er geen play-offs bestonden, was een jongen al wel kampioen. En was het nu een tweede keer kampioen op drie jaar? Ja. We hebben het daar net al aangehaald, he. nog altijd actief op drie fronten. Waanzinnig seizoen, echt chapeau. Maar ik wil van jou wel weten wat jouw absolute hoogtepunt is tot dusver van je eerste seizoen bij, bij Union. Ja, dat is moeilijk kiezen en voorlopig. Um, ik denk toch, uh, ja, de thuiswedstrijd tegen Liverpool. Ja? Dat is misschien toch tot nu toe echt wel het hoogtepunt. Natuurlijk, ja, op Frankfurt was, allee, dat had dat misschien meer betekenis, hè, omdat we een ronde verder zijn en zo. Maar. Ja, thuis tegen Liverpool was toch echt wel zoiets van niemand had verwacht om die wedstrijd mm -hmm. te winnen. Ook al was het misschien niet tegen de allersterkste Liverpool. Maar het blijft wel het mythische Liverpool. Het blijft het mythische was... Liverpool. Ja. En ja, oké, okay, toch hebben we dan allee, in, het week, in het weekend speelden ze dan tegen, tegen Manchester United. Dan zijn toch acht spelers. Uh, die hebben meegedaan, die wedstrijd, waar, waarin we okay. tegen gewonnen hebben. Je shirtje gewisseld of niet? Uh, ja, ja, twee keer. Uh, Met? Dus ja, hij heeft ze gekregen natuurlijk. Hè. <laughs> maar uh, heeft hij gevraagd op hem? Ja, ja, hij zei het. Van ja, ja. Dijk of zo? Uh... Nee, uh, de ja. eerste keer was Sjobbeslaag. Uit de wedstrijd? Uh, ja, ja Sjobbeslaag. Ja. Uh, omdat ik hem ook echt wel uh, heel graag zie spelen en zo. Uh, dus daar was ik heel blij van. En de terugwedstrijd was Elliot. Ah, oh, Elliot. Ja, uh, ja oké. Okay. Ja. Dat is ook geen slechte natuurlijk. Maar dus Liverpool, uh, het hoogtepunt. Niet aan jouw doelpunt uh, tegen KV Kortrijk? Nee, ja, nee. Want die wedstrijd, allee, ja, iedereen denkt uh, mm -hmm. daar wel hetzelfde over. Daar, die moesten we gewoon winnen. Dus dat uh, is heel mooi ik, ja, ja, dat langs. is wel een heel, heel mooi goal. Ik ben super blij dat ik gescoord had. Goeie uh, commentaar ook. Ja, Zo heel mooi heel mooi gecommentareerd. Ja. <laughs> maar ja, nee, ik zeg het. Uh, misschien Frankfurt, omdat ook ja, gewoon dan echt een ronde mm -hmm. verder. Maar het was ook gewoon Liverpool. Ja, de voorbereiding naar die wedstrijd toe, Allee, we wisten ook nog niet van, gaan we Europees overwinteren? Uh, want ja, als Lask won ja, tegen, tegen Toulouse, als we niet wonnen, dan waren zij het. Dus ja, we speelden de wedstrijd op hetzelfde moment. Dus, ja, wij dachten gewoon, oké, okay, we moeten gewoon ons ding doen en winnen. En uiteindelijk toch dat kunnen doen thuis tegen Liverpool, als het kleine union zijnde, uh -huh. tegen het grote Liverpool en, en ja... de historische uh, uh, overwinning dus uh, was dat ja, eigenlijk dat was wel mooi. een historische week voor het Belgisch voetbal want dat zat zeer dicht bij elkaar Antwerpen tegen Barcelona Zelfde week en... Was dat dezelfde week ja, of een week. paar Zelfde dagen week week Ja. ja. ja Maakt het misschien dagen, ook ja. wel ook nog extra mooi. Als we toch een beetje chauvinistisch uh, mogen zijn. Ja. Dus ja. Hey. Ik denk die die van Barca was toen de eerste match met Koutersi, deed hij toen al niet mee? Die is ingevallen. Ik, ik denk heb, dat hij toen mee deed. heb die gedaan hè, voor Proximus, maar Ga ja, je vergeet alles? Ik vergeet echt veel, ja. Absoluut. Maar ik was daar ik ook. Veel van vermeer, ik was Ik wil van Zoveel me. wedstrijden doen. Ja. 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 Ik weet dat Romeo daar zwaar in de fout ging. Twee keer. Ja, uh, dat, dat weet ik nog wel. Uh, en ik weet dat ik naast Xavi heb gestaan. Dat ik hem geïnterviewd heb. Maar dat heb ik ook gemeen met Alessio. Want er is een foto aan mij al gestuurd geweest. Dus je hebt hem ooit ontmoet, hè, Xavi? Ja, inderdaad. In Qatar op Winterstagen. Ja, in Qatar op Winterstagen. Eigenlijk helemaal uit het niks. Uh, we hadden juist een juiste gespeeld. En, uh, tegen zijn team dan? Of, uh, nee, 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 zelf niet. Nee, Mee-upen of mee? Ja. Uh. We gingen naar Qatar op, op stage. Ja, ik snap de link. <laughs> en, uh, we hadden, ja, ik weet zelf niet meer, tegen wie gespeeld. En we komen in de kleedkamer. En uh, Luis Garcia was dan praten met Xavi. En ja, dat was wel zo eens twee keer kijken: van, ja, is ja. dat nu wel Xavi? En dan ja, iedereen natuurlijk: van, ah, ja, mogen we een foto? En hij was super vriendelijk. Is met iedereen apart op de foto gaan. Echt zijn tijd genomen. Uh -huh. Dus uh, ja, dat kan wel eens gebeuren daar in Qatar, dat je daar iemand uh, bekend aan tegenkomt. Ja, Barem ging daar ook altijd naartoe. Zeg. Ja, inderdaad, PSG was daar ook als wij zaten. En uh, zelf, als ik daar met, met Anderleg was, zijn we daar ook eens geweest. Uh, op, op stage of, of een toernooi, ik weet niet meer precies. En uh, opeens, ja, mijn broer, zijn, zijn grote held, <laughs> Raoul, uh, wandelt eigenlijk voorbij ons. En ja, we waren zelfs aan het kijken, want hij was zelf alleen aan het wandelen. Dus ja. Is hij het wel vroeger? Hij zei, ja, hij nu al. is dat nu Raoul? Ja. En dan zei ja. En dan, ja, hij zag wel dat we zo aan het kijken en dan zei hij, wil je een foto? En dan zijn we op de foto gegaan met hem en dat was uh, een, een kleine revanche toch naar al die momenten dat hij uh, <laughs> mee heeft uh, kunnen hebben vroeger, ja. uh, dat ik met zijn spel op, op de foto kon staan uh, en dan kon doorsturen, heel fier van, ik heb hem ontmoet. Oké, okay, dan moet jij eens op de foto met Messi. Uh. Ja, ja, dat ook ja. Ja. <laughs> um, je bent nu uh, één seizoen aan het werken onder Blessing. Je komt van een andere uh, bekende, veel eisende trainer. Maar wat is het absolute verschil tussen die twee om daar uh, als speler onder te werken? Hein van Aasbroek en Alexander Blessing. Uh, het absolute verschil. Um, Want ja. ze vragen wel qua loopvermogen hetzelfde ongeveer. Denk. Ja, ongeveer. Uh, ik denk misschien bij Hein is het nog iets meer op, echt op volume. Dat ze misschien in Gent echt meer keken van naar de totale meters. Terwijl in een in jongens misschien gewoon wel echt die high intensity. Um, maar ja, het is zeker heel vergelijkbaar. Misschien het grootste verschil. Um, ja, dat, dat Blessing gewoon heel, heel anders is in zijn, in zijn manier van aanpak. Is dat dichter bij uh, de jongens? Ja, veel dichter bij de jongens. Um, nu natuurlijk, ik wil niet, niet zeggen dat altijd positiever is of, of negatiever, maar ja, hij, hij was echt wel iemand die, die zijn visie had en niet snel ging afweken van, van zijn visie, terwijl Blessin soms echt wel zelf in de groep durft vragen van, ja, wat denken jullie daarvan? Hij uh, ja, betrekt jullie ook bij ja, het D? Ja, zeker. zeker, zeker ah, ja, okay. Dat hij wel zijn dingen zegt en dat hij dan wel uh, durft zeggen van, um, ja, wat denken jullie daarvan? Uh, en, en dat er dan ook veel meer respons komt. Want ja, natuurlijk. maar uh, als centrumverdediger, dat vind ik wel leuk. <laughs> dat is ook uit noodzaak. <laughs> maar bij hen gebeurde dat natuurlijk ook wel. dat ja. Hij soms zei van, als we zien op training tactisch dat iets niet werkt, dat we zeiden van, ah ja, we willen misschien liever dat of dat, dat hij het dan wel aanpast. Mm -hmm. Maar dat is bij Blessing misschien wel zoiets meer van voordat we het hebben getraind of zo. Dat we zeggen van, misschien moeten we het zo eerder proberen. En hij staat er heel, heel voor open. En, hij communiceert ook heel veel met de Naar de, de media spelers, toe en... lijkt het ook een enorm aangename persoonlijkheid. Maar ja, dat kan natuurlijk ja, nee, zeker, een dat... soort scherm zijn dat hij... Uh... Dat is zeker wel... Uh, het is echt een heel aangename persoon. Ja. Um, natuurlijk nog een groot verschil ook uh, met in Gent was ook ja, de trainingsload. Uh, in Gent werd er ook ja, veel meer getraind gewoon. Uh, zeker bij hij. En hij wil echt die automatisme en die ja, tactische voorbereiding en zo. Het moet echt tot in de puntjes zijn. Terwijl soms ja, denken we van donderdag een wedstrijd gehad, en dan zondag terug een wedstrijd. En dan... Dat klinkt zoals Eden Azar onderkomt. Hé. Jij bent dan Eden Azar. Ik heb je de podcast gehoord hebt, nee, nee. die zei van, ja, zoveel tactisch train Ik werd er zot van. Ik uh, was altijd blij dat het een wedstrijd was, want dan kon ik me echt iets uitleveren. Ja. Ja. haar kinderen zijn rechtstreeks het tegenstander zelfs niet nee, voor nee. de wedstrijd. Ja, het speldeovertreding. Oh, wie speelt daar? Oh ja, ik zou wel twee keer scoren, ja. wat hij dan ook ja, deed. Ja. Maar goed, ik heb het onderbroken eigenlijk. <laughs> maar dat, ja, nee, gewoon bij Blessing is het gewoon. Uh, ja, dat is het nu. Allee, daarom denk ik ook wel dat we dat gewoon heel goed kunnen managen, al die wedstrijden. Um, <hums> dat we een heel goede trainingsloot hebben. Tussen die wedstrijden in. En uh, natuurlijk ook ja. Maar is een speler we... sowieso niet fijn dat je op meerdere fronten. Want iedereen speelt toch liever. Ja, sowieso, sowieso. Maar het is wel, het is wel zwaar, uh, die wedstrijden. Het is, wel, allee, het is wel anders als je elke week twee wedstrijden hebt. Uh, om echt diezelfde intensiteit te brengen, diezelfde ja, ja, inzet en zo. Ook al, ook al heb je ergens zoiets van: ja ik, ik wil het brengen, is het soms wel gewoon moeilijker om te brengen. Maar ik uh, iets vragen. Ja, tuurlijk. Ja, um, in die laatste twee competitiematches lijkt het alsof jullie maar op 60, 70% spelen. Dat is mijn gevoel, maar dan toch nog winnen. Is dat ook een gevoel dat dan zo in de kleedkamer komt ja. van: ah ja, als we tegen die en die ploeg spelen. Oh, nee, moeten, we niet, geen, moeten we geen 100% zijn? Nee, zo helemaal niet. Want we weten wel. Uh, Zeker in onze ploeg weten we van. Dat is onze sterkte, dat we echt 100% ervoor moeten gaan en zo. En ja. we hebben ook al wedstrijden gehad dat we zien van. Vandaag probeerden we misschien iets minder te doen en dan hebben we het ook echt wel. Moeilijk. Moeilijk en, ja. en, en uh, tegen ons gekregen. Die match van de maar, shirt vond ik daar thuis tegenstander bijvoorbeeld. Ja, wel. Tweede helft, dan had ik ook wel zo het gevoel van. misschien omdat de eerste helft zoiets te makkelijk ging. Ja. Dat, ja, ja, dat wel. Okay. Ik denk wel dat we. Uh, nu eerder zoiets hebben als we ja, bijvoorbeeld tegen standaard speel, die dan nu toch iets lager in de, in de competitie, alleen in de tussenstand staat, mm -hmm. uh, dat we wel zoiets hebben van ja, we gaan proberen, eerste helft echt doorduwen en dan, ja. dan kunnen we het wel op 60%... Ja, die set. match was ook al met drie, vier andere spelers. En ja, tijdens al. de rust bleven Burgess en Puerto ja, in de kleedkamer ja. en denk ik van oh ja, die kiezen hier weer matchjes uit. Maar blessen is toch niet content als... Nee, nee dat is niet de manier. Ja, dat ja. En, en, dan en ook, ook een in speech de ploeg, op het veld denk ik, hè? Want ik ja. zeg het is, dat, wordt, dat wordt ook niet getolereerd. Niet of getolereerd of ja. niet zo echt gedacht van ah, nu gaan we het wat minder doen, maar dat dat in de in de sluipt dat erin gewoon van ja, dan ja, dat dan merk je ook wel die periodes het gevoel. In Kortrijk hebben hebben ook echt Ah eerste minuten dat eerste half uur hebben we echt doorgeduwd en gezegd, echt ja combinaties. En ja, die en, werden echt compleet teleurs en en, ja, ja. en toen, toen ja, voelde ik zelf ook in de ploeg zoiets iets, van het, het uh, komen van, ja, ja oké. Okay, het is goed geweest. We hebben woensdag weer wedstrijd. Ja. We gaan iets rustiger aan Maar dat is doen. niet bewust. Dat is nee, dat is niet dat bewust. En het is ook elke keer als, als ik dat begin dat te dat merken... Dat is wel zelfvertrouwen. Dat wel, maar het is ook wel elke keer dat ik het zo begin te merken van nu gaat het iets rustiger aan, dat we het moeilijk krijgen. Ja. Zelf tegen Kortrijk mm -hmm. thuis. Dan scoren ze en dan hebben we het toch nog even moeilijk ja, wel heen. tegen die ploeg? Dus je mocht niet slabakken eigenlijk. Nee, we en, mogen nee. zeker niet slabakken. Ja, we weten het ook wel, maar hmm. ja, misschien nu ook wel het voordeel dat we alleen maar ja, ja. topploegen meer hebben. Hè. Uh, we hebben nu nog in de competitie Gent en Antwerpen. Dan nog de bekerfinale uh, Europees ja, de en de playoffs. Play de playoffs worden dus, ook um, alleen maar topduels. Dus, ja, dus lang leven de alleen maar topduels. <laughs> <laughs> um, houden de Rode Duivels je eigenlijk echt bezig? Nee. Je bent ook niet. nooit in de jeugd international geweest, hè? Nee, Nee. Ik was eigenlijk vroeger uh, zeker ja, op 14, 15 jaar leeftijd was nog zo met, uh, in, in twee groepen opgesplitst Zo de futures mm -hmm. en de ja, gewoon, dus de laatmatuur. En, en ik zat dan bij die futures en ja, daar had ik al zoiets van. Ja, want, ja, kijk, dat, dat is het voor mij niet. Dus dat zijn mij al heel weinig. En uh, uiteindelijk nooit opgeroepen geweest voor, voor een nationaal ploeg of zo. Dus het zit niet um, in je achterhoofd? Ja, ik zou, het, is, het is zeker een, een droom van mij. Hè, uh, maar... Ja, realistisch gezien heb ik misschien ergens al doorheen de jaren of zo die ambitie opgegeven. Mm -hmm. uh, ook al, want je zat al eens in de een voorselectie voor een toernooi, hè, van, van, Ja, ik heb, niet... ik heb zeker onder Martínez dan wel ja. uh, een paar keer in de, in de voorselectie gezeten. En dan ook voor het WK nog, uh, dat ik in de voorselectie zat. Maar ah, goed, dat is, dat is ook een ruime voorselectie, dus dan, dat is zo 55, dan, dan, ja, dan uh, lijkt het, dan lijkt het ook uh, kort bij maar Uiteindelijk mm -hmm. zit je er dan nog zo ver af. Dus uh, maar, ja, ik zeg het, nu, nu kijk ik er ook echt naar toont u naar, erg, erg bescheiden en dat siert u. Maar we hebben hier nog andere mensen die een mening kunnen geven. Dus Koen of, of je broer, uh, zeg het maar. Kan hij uh, Timothy Castanje het vuur aan de schenen brengen? Ik moet zeggen, ik zie kastanje ik zie die weinig spelen in, in uh, clubverband. Bij volm maar ja, je ziet hem wel spelen bij de Nationaal Ploeg natuurlijk. Ja, dat is. Dat is... En dat lijkt me dan toch. zijn... Grootste concurrent op die positie. Ja, wie heb je dan nog? Zalenmakers. De Bas heeft daar eens gestaan. Castro. Ja. Ik... Um, ja, <laughs> um, Carrasco. Uh, rechts. Ja, ja nee. is ook police. al een keer opgeroepen. Sike is, is al eens opgeroepen geweest. Ja, ja. Meunier speelde ook terug he, in het trapje. Ja. Dus. Ja. Als dan, met alle respect, als dan Sike Alice is opgeroepen en, en mocht. En, ja, dan, dan, ja, dan kan je hem ook wel oproepen, vind ik. En ik denk dat een Duitse trainer, Tedesco, toch ook wel in een soortgelijk systeem. Uh, ja, die speelt wel met vier, maar hij ja, heeft ook al wel bewezen dat hij in een viermans defensie ook wel zijn man maar ja, ja. En houdt ook wel van iemand die kan lopen en dat kan hij. Dus ik denk wel dat hij. Ik vind hem toch een ander type wel dan In kastaan. het rapport dat hij maakt, is een keer een positieve vinkje erachter gezet. Als ze nu de treble winnen dit jaar, ja, dan kun je nu lekker zien. Er is nog maar één Interland ja, voor is... het echte werk start. Dus, uh... Ja, wel. en gaat hij niet vasthouden aan de jongens die. Ja, en ik dat die het DK hebben gehaald. Het zijn maar 24 spelers, zeker. Ja, dat wat zo'n Vermeerde bijvoorbeeld nu. We hebben het er niet over de Rode duivels gehad, maar die gaat er niet bij zijn. Hè? Er is gewoon geen plaats voor en die speelt niet. Dus. Ja, misschien wel als hij toch die groep houdt die hij al de vorige keer had. Maar mm -hmm. toen had hij ook Keita eerder ja, opgeroepen. Dan... dan vielen er twee uit. Ja, en dan eerst nee. Keita en dan Vermeerde pas of zoiets. Dus mm -hmm. Maar ik vind hij toch af. een iets ander type dan Castagne. Dus als je dan in een wedstrijd zit op een DK en je wilt iets aanvallender met je back spelen dan denk ik dat hij dan wel een meerwaarde kan ja, brengen. Ja, maar ik ben natuurlijk totaal subjectief. <laughs> ja, maar dat is een heel objectieve ja, mening. Ja, ja, van ja, de broer. Toe. Ja. Ja. Uh, maar toen dat je 14, 15 jaar was, ja, dan was ook wel uh, de periode waarin La Rocha de hoogdagen beleefde. Uh, is dat nooit ergens een idee geweest? Van ja, ik heb wel Spaanse roots, ik kan eventueel... Heb je ja, de dubbele nationaliteit? Ik heb uh, nog, nog niet de dubbele nationaliteit. Ja, ja. Ik wil die wel uh, heel graag aanvragen, maar uh, voorlopig nog niet. Maar ergens denk ik ook van, ja, uh, als het... Als bij, bij de Duivels niet lukt. Uh, het, is misschien, ja, het, zou, het zou heel mooi zijn. Hè? Maar als bij de Duivels niet lukt, denk je dan wordt het nog wel moeilijker om. om bij Staan de, wij niet de, boven Spanje in de ja, fifa ranking We zijn al jaren een betere ploeg. <laughs> ik. Ja. maar de visvijver is groter in Spanje. Ja, dat is ook dus, ja, waar. Om er dan nog iemand extra bij de, dus een dubbele nationale te zijn. Speelt Carvajal later. daar nog rechts achter bij spanje ja, ja, Carvajal. Ja. Oh, ja, die gaat ook wel eens stoppen. Ja. Uh, nog een andere speler bij Union met Spaanse roots. Um, Cameron Puertas en mag nu tot 2027 niet uitkomen voor nee. de Zwitserse nationale ploeg. Praten jullie daar soms over en heeft hij het niveau wel dan voor uh, Spanje, die grotere. Voor Spanje. Oef. Ja, dat is vlakkelijk. Dat, dat is Maar ik denk wel. Het uh, is wel echt een hele goeie. Ja. Alessio rechts en back bij La Rocha zitten, ja, Puertas op ja. de 10. Ik weet wel dat ze uh, aan het proberen zijn om toch bij Zwitserland uh, iets te regelen. Uh -huh. um, en ja, als ik daarop moet antwoorden, denk ik denk echt wel dat hij het niveau heeft om bij Zwitserland Ja, te... ja het is echt een geweldige speler. Mm -hmm. ja, dus ik snap echt niet dat... Ja, dat is een union dat hij vorig jaar niet speelde. We lachen daar echt vaak nog om, want ik kom echt goed overheen met hem. En ja, we lachen er echt heel vaak omdat ik zeg van, hoe, hoe kun jij hoe vorig die volstaan, jaar... Gewoon... Hij speelde nog wel best ja, veel. Ja, als invaller, ja, 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 hè? Ja, als invaller en Tumma, ja, ja. ik zie wat hij nu doet. Ja, het is ja, eigenlijk bijna straffer goeien. dan Tumma. Hij ja. is echt, echt goed en... To was ook iemand waar ik zo naar uitkeek als ik eh, ja, wist dan van ik ga naar Union gaan en ik begon ze te volgen. Eh, dat ik dacht van wauw, ja, is dit seizoen echt wel goed aan het seizoen begonnen. En dan eh, ja, zag ik hem spelen in Union en ja, is hij echt wel. Echt voelt goed. hij zich meer Zwitser of meer spijgaard eigenlijk? Ik denk wel dat hij zich meer Zwitser voelt. Ja, ja ik denk dat het zo hetzelfde als, als mij is eigenlijk. Ja, uh, ik voel me ook meer Belg natuurlijk, omdat ik. Of hij voelt zich in niet en Belg, en we zo. kunnen er geen Kwan-Losano verhalen, of uh, nee, is nee, jammer man? genoeg, nee. hij voelt zich echt wel Zwitser hij heeft, heeft ook in Zwitserland gespeeld mm. hij is daar opgegroeid um, dus ja, ik denk, ze zijn nu wel aan het proberen om hem uh, ja, ratie te verlenen ja, Wat uh. vind je zijn allergrootste kwaliteit aan Cameron Gaat um, moeilijk te zeggen, ik denk eerder wat me het meest verbaasd heeft bij hem is wel uh, ja, dat hij ook echt zoveel loopt en zo in een wedstrijd Mm -hmm. uh, high intensity, volume, ja. eigenlijk echt. En dan ook de frisheid afstand, heeft om nog ja, een laatste keuze ja, ja. te maken en en beetje een beetje een beetje Op dat moment zat ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een zo oké, maar je beetje je drie keer aan het een Je hebt de bal verloren, je hebt je hebt een beetje een beetje een beetje een En ik zeg, ja, dan is het een beetje een beetje een beetje een beetje moment om gewoon uh, maar ja, dat, dat, dat kan hij echt wel... Hij kan ook gewoon blijven gaan. Dat is ook... Ja, met, met veel andere jongens wordt er vaak geroteerd en zo, maar met hem niet. Hè. Ja. Het is gewoon omdat hij... Allee, we hij is ook, ook van, wel hij kan een beetje het de ontbrekende... Hij is ook wel, ja, ja. ja, zeker wel. Maar het, allee, ja, het moet ook wel kunnen. Um, dus en anders heb ik ook wel zo het gevoel van... In de, de 90ste minuut liep hij nog terug, yeah. om, om daar een bal te recupereren. Hij, hij kan het dus. ook echt wel. Hij heeft ja. Echt, ja. Uh, Hij is de meest speciale bij ons samen met Amura dan. Ja, ja. Amoera is ook echt een fenomeen. Hè? Goed, allee. Ja, wat wil je denken over Amura, zeg? Ja, gewoon. Ja, nee, dat, ik ben een grote fan uh, van Amoera, yeah. ja. Maar je ziet ook, die ja, speelt niet alles. Hè. Je kunt hier nog wel wat op ja, de bank is het houden verschil. en een je aan de kant laten in Puertas. Maar kunt dat kunt je moeilijker één ja. op één vervangen. Dat is het verschil met Puertas. Portas denk ook dat iemand als dat nu nog niet kan. echt. Dat volume brengen. En gewoon week na week dat we weten van we moeten voorzichtig zijn, want mm. we weten dat hij is. Ik denk ook met onmisbaar. die snelheid ook gevaarlijk ja, voor spierblessures. Ja, ja, ja. ja. Houders. Houders. komt altijd te terug. Hè? Ja, dat is, ja, maar daar is hij opgevallen, op gevallen of dat is ja. een duel of zo. Ja, maar ik denk als hij zo ja, met, met die benen met die hamstrings moet er toch ook wel eens iets in knappen als een mm. spuurtje te veel trekt. En dan willen mm. het misschien een risico. Ja, ik denk dat we ja, voorzichtiger met hem zijn. Ook al is hij ook echt onmisbaar voor ons, maar daarom bedoel ik zo iemand als Portes, daar hebben we zoiets van ja die kan dat wel. Laat die maar elke wedstrijd. Ja. Betere medische staf dan Barcelona, denk ik. Ja. Met al die blessures. <laughs> um, we hebben het al over Jeremtjuk gehad. We hebben het over uh, Cameron Puerta Zamora gehad. Uh, ik kan er nog een paar noemen: hè. Vadis Ojidja. Uh, maar wie is um, volgens jou dan de beste speler waar je in kleedkamer mee hebt gedeeld? <laughs> moeilijk. Dat is heel moeilijk. Um... Goh, ik denk dan toch: ja, Jonathan David. Um, ook ja, zeker aangezien de leeftijd. Ja, um, intrinsiek de grootste kwaliteit. Intrinsiek en, en ook gewoon ja, toen wat er, ook al wat eruit kwam. Uh, maar ook vooral van wat eruit kwam op... Ik denk dat hij toen nog maar 20, 18, ja. 19, 20 jaar was zelf. Want ja, nu terugdenken, in mijn beginjaar in Gent was ik ook nog heel jong. Dus uh, ja, hij was, hij was nog maar 18, ja. 19 jaar. Uh, wat hij toen al kon. En ook echt een ploeg dragen en zo. En, en op beslissende momenten. Uh, recht staan en, en zijn ploeg op sleeptouw nemen en zo. En ja, ook natuurlijk als we hem nu zien spelen met, met Lil Allee, hij is, ik uh, denk dat hij ook wel deze zomer zijn, uh, zijn grote transfer gaat maken, mm -hmm. die ik al wel verwacht dat uh, dat eerder ging gebeuren. Ja, ik vind het opvallend dat hij nog lang bij Lil is gebleven, eigenlijk. Ja, ja, hij is daar wel heel belangrijk, natuurlijk. Het is altijd wel een team waar absolute supersterren eventjes passeren: hè? Lille. Ja, ja, Osimin. Um, Hazard. Hazard. Rafael Leao. Hazard. Uh, Jonathan David nu ook. Kevin ja. Mirallas ook, niet vergeten. <laughs> um, Louis Garcia hoe was hij? Heel goed. Ja, hij was heel goed. Natuurlijk, ja, hij was uh, op het moment dat ik in Eupen zat 36 jaar, op het laatste zelf 37. Uh, maar traptechniek. Uh, ja. Modric-achtig dus eigenlijk. Ongevenaardig. Ja? zo'n traptechniek. Dat is uh, ongelooflijk. Ik dat hij van. bij Eupen heeft gezeten. Mm -hmm. Ondertussen ook trainer, Louis Luis Garcia. Nee, ja, maar ik bedoel, hij is je ook bij Eupen ah, ja, wow. ja. daar hebben we hem leren kennen eigenlijk. Ja, als panda-watje. Ja. 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 Maar ja, ik zeg het, uh, Luis Garcia is echt uh, ja. ongelooflijk. Ook gewoon, die man was dan 37 jaar. En tot op één minuut voordat de training begon, boven koffie drinken en dan op het veld komen. En dan ja. zag hij een bal en dan... Trapte die gewoon naar de goal. Zonder opwarming. Hè? Zonder opwarming. <laughs> dat ik dacht: van, Allee, ik zou het nu niet kunnen op mijn leeftijd, ja. of, of ik scheur iets. En ja, die, die, die man die was gewoon ja, ook nooit geblesseerd in Eupen. Mm -hmm. uh, kon alles spelen. Deed Lele ja, soms, ja, kan... ja, soms nog mee? Ja, dit deed soms nog mee, ja. Zat ja, je er dan ook wel van verrast? Hè, ja. eigenlijk. Van, zeker omdat ik hem zo ken, Lele ik heb hem niet heel goed gekend of, of echt. Wow, dat was eigenlijk uh, een stofzuiger Ja, voilà, ja. Zo, zo heb ik hem ook zo, in mijn Oost, ja. zo van ja. ja Tackles en dingen, en als hij hem dan zo zag spelen, ja, natuurlijk, het niveau madrid Eupen mm -hmm. is ook wel heel groot, maar als je hem zag spelen bij ons op training, ja, dat was dan, dat was dat bij wijze van spreken. Maakt hij zich soms dan een beetje boos omdat hij bij ja, de Franse nationale ploeg Chelsea-Real had gespeeld en dat het dan, wat hij in zijn hoofd had, wat ja, hij eigenlijk moest Dat durfde op... hij ook wel zeggen, dat durfde hij ook wel zeggen tegen ons. Heeft hij ook wel letterlijk gezegd van. Uh, ja, jongens, uh, ik verwacht dit of dit van jullie, maar we moeten ook eerlijk zijn. Uh, als je hier in Eupen zit, ja, dan ben je geen topspeler. Hè. <laughs> dat zei hij wel na een wedstrijd. Komt wel binnen. <laughs> uh, uh, van, ja, als we dan zo tactisch bekijken wat we beter konden doen of zo, uh, ja, dat hij dan gewoon zei van, ja, jongens, ik uh, ja, speel in Eupen. Uh, misschien moet ik ook gewoon niet te veel van jullie verwachten. Mm -hmm. dus dat is altijd heel moeilijk, denk ik. Om als je topspeler geweest, dan ja, zijn we een slechte of slechtere club. Die Rikuid heeft dat volgens mij nu bij Beerschop. <laughs> die moet toch zoiets hebben: ja, wat is dat hier? Jullie kunnen niet jullie ja. voetballen in vergelijking met wat dat ik als voetbal uh, heb meegemaakt bij de kliniek. die knop, die klik moet maken. Ja, ja. Zeker wat je dan misschien voor ogen hebt als trainer, als je iets hebt van ah, mijn, mijn, filosofie niet, is, ja, ja, mijn filosofie. Of, of als je denkt van ah, mijn uh, centraal verdediger moet. Uh, snel zijn, maar moet ook kunnen uitvoetballen. Of, ja, ja, wie kunnen dat dan niet? Ja, ja. Meestal is het dan een van de twee. Ja. Als je <laughs> hem kan uitvoetballen, ja, is hij waarschijnlijk traag of allee, zo iets, ja. dat Daarom dan denkt van ja... Dus er zijn natuurlijk Hugo Broos in, ja, in deze wereld. Want daar ging het in de Shotcast Special ook uh, deze week over, dat Hugo Broos niet zo goed uitvoetballend was, maar wel razendsnel en een geweldige verdediger. Ja. Dus uh, ook in 2024 is het soms nog kiezen tussen die twee types. Maar Makalere, um, ben je hem ook wel niet een, een beetje dankbaar? Want hij is degene die... De geniale ingeving had om van jou, vleugelaanvaller nummer 10, een, een, een rechtsback te maken. Ja. ja, ik moet wel uh, eerlijk zeggen, hij is eigenlijk de, enigste, de eerste die het echt heeft uitgevoerd. Want uh, als ik in de uh, STWV zat onder Ivan Leko, had hij het ook wel zo eens laten vallen. En uh, ik heb toen ook al een uh, gesprek gehad met Philippe Bortmans um, over eigenlijk een uitleenbeurt naar geel dat ze mij daar eigenlijk een jaar wouden stallen voor de wingback. Mm -hmm. Omdat hij zei van, ja, ik was toen nog echt vleugelaanvaller. En, dat hebben uh, ze met Kasper de Norre ook gedaan, ja, ja, inderdaad. En ja, zeker toen in de CVV was ik vleugelaanvaller. En met Leco speelden we in een, uh, ja, vijf, ik ga niet zeggen 3 5 want het was eerder een 5-3-2. Mm -hmm. um, dus ja, had ik eigenlijk geen plaats in de ploeg. En dan wouden ze al doen, maar op dat moment was ik nog, ja... Jong en geloofde ik echt nog in mijn kwaliteit als vleugelaanval. Dus ik zei: ja, nee, dat wil ik niet. Dan ben ik naar Eupen gegaan als vleugelaanvaller ja. En heeft Makalele mij uh, ja, uh, eigenlijk voor een wedstrijd gewoon al eens gezegd: van ik wil u op de wingback posteren. En uh, de dag van de wedstrijd zelf riep hij mij naar zijn bureau en zei: van we hebben toch met andere mensen, andere spelers gepraat, zoals Louis Garcia. En zullen we toch met vier blijven spelen? Kun jij ook op de rechtsachter spelen. <laughs> ja, toen had ik ook zoiets van: ja, kijk, uh, ik wil gewoon spelen. Maakt niet uit waar je zit. Misschien niet zeggen ah, tegen Makkalele en Negas. wie ze jij? <laughs> ja, maar misschien, ja, het kon zijn dat ik zei: oeh, uh, ik voel me daar niet zeker. Of, allez, of dat hij misschien ging zien aan mij. Van, ja, ja. Van, ja, dat gaat. Dat maar komt maar goed. Ik kwam vol ja, vertrouwen over natuurlijk. Ik zei: ja, dat is goed. Ik zeg: je kan dat. Dat is geen probleem. Dus Bondscoach Desko weet, weet nu: hij is eigenlijk begonnen in een mans defensie als vleugel. Ja, ja eigenlijk in, in Heupen heb ik mijn. Ja, het grootste deel was, uh, mm -hmm. ja, als rechtsachter je speelt, ook zelf in, in Gent. Uh, Voordat hij kwam onder Torroep was het ook nog okay. uh, met vier aan mm -hmm. achter in de ruit. Um, Maar dan bij hij en nu bij we zien wel terug drie ja. vijf jaar. Ja. Ja, oui. Alhoewel het ook wel vaak is zo uh, nu in de Union, dat we ook wel vaak allee, dynamisch zo vijf spelen. Mm -hmm. Dat ik ook wel vaak ik heb de vrijheid uh, aanvallen mm -hmm. om te doen wat ik wil, maar vaak wel uh, defensief. Dat ik ja, dat we eerder een viermans fancy, Ja, omdat Lapoussaint weg is. Ja, ja, ik, dacht ja. Dat, ik dacht al zoiets. Die zal iets minder moeten verdedigen dan jij ja, dan nee, dan dus. ja. <laughs> uh, Je broer heeft hier eens een, een geweldig verhaal uit de doeken gedaan um, over, uh, over Kini. Uh, geloof je, het verhaal van je opa was het, denk ik, ja. dat er bloedverwantschap is met de legende van Sporting Gijon en Barcelona? Ergens hoop ik het gewoon. Dan weet ik toch van, ja... Daar komt het talent van. Dan. Ja, voilà. Ja. Dus ja, ergens hoop ik het wel, maar ja... Ik, ik, ja, ik geloof er ook wel in. Uh, maar ja, hoe zit dan de vork juist aan de steel? Dat zou dan een, een, een groot neef. nonkel zijn? Ja, of een ja? neef van mijn opa. Ja. Dat is het verhaal dat hij verteld ja. heeft. Ja. Me. En je weet ook dat ja. hij in een Europese finale tegen Standaard heeft. Het Standaard, ja. waar ja, je broer dan fan van is en, en je papa gewerkt heeft. Dus, uh, en hij ook in de jeugdje speelt. Ja, voilà, kijk. Het is de kleine wereld. Ja. Hij uh, is zes jaar geleden overleden, uh, Kini. El Brujo, de tovenaar. Heb jij eigenlijk een bijnaam? Uh, nee, nee. Niet, dat is... Dat nou, bedoel, een, is gewoon de, voornaam, de commentatoren die De bijnaam van onze familie in Spanje is uh, Los Bluchos. In ja. het Astoriaans. Dus het is is, de tovenaars. Ja, ja. dus ja. dat vond ik wel grappig dat de dat bijnaam Kingie van Kenny ook, ook ja, zo heet. Ja, dus, ja, het zou kunnen. Hè. <laughs> maar misschien moeten we uh, gewoon uh, dat shirtje dat hier aantekend is verloten <laughs> aan de meest originele inzending <laughs> voor een, uh, een bijnaam voor de voetballer Alessio <laughs> Castremontes. Goed idee. Goed idee, oké. Je speelt nu meerdere fronten. Uh, je bent goed. Dus dan kom je automatisch, zeker als je Europees speelt, in de etalage. Heb je al zo een, een, een carrièreplan? Hoe oud ben je nu eigenlijk? Uh, ik word dit jaar 27. 27. Ja, dat is de prime voor een, voor een Dus Michael wil altijd de spelers die hier komen sluiten aan een uh, Spaanse club. Nee, dat is niet waar. Maar jij ik wil voor ik op School is ook een Spaanse club. Uh, ja, Dat is waar. Dat gaat lukken. Ik ben geen makelaar of zo, maar ik zou het gewoon <laughs> lukken. Meer Belgen in, in de competitie die ik volg uiteraard. Maar heb ja. jij zelf zo. Een droom om ooit naar het buitenland te gaan? Ja, dat wel. Ik heb echt wel uh, die droom of ja, die ambitie om, om naar het buitenland te gaan. Ook een beetje om mezelf uit te dagen en te zien van... Ja, kan ik het niveau aan? Um, daar vooral. En um, ja, ik wil het gewoon eens gezien hebben in het buitenland als voetballer. Uh, en maakt denk... de competitie iets uit dan? Nu veel, maar ja, Spanje. <laughs> Spanje zie ik echt wel zitten. Ik zeg altijd Spanje, Italië. Mijn broer zegt dan altijd van je moet naar Duitsland gaan, dus... Type voetbal, dat je echt. Uh, ja, dat is wel waar. Ja, ja. is in Meeste interesse is ook altijd wel uit Duitsland gekomen, dus het zal ergens wel. Uh, is er is nog nooit een Spaanse ploeg geweest, geweest die op de club. En nooit concreet? Nee, maar er zijn er gesprekken de, geweest of zo. Maar de Spaanse ploeg is koud niet in België, heb ik de indruk. Toch? Je hebt hier toch wel veel technische spelers die als, als zo pakweg uh, Getafe of, of een iets leuker voetballen hebben. <laughs> ja. Gewoon geen topploeg, maar alles daaronder. Je kunt hier toch wel een paar leuke spelers komen? Ja, ja, ik denk, ik zag bijvoorbeeld. Uh, dat doen die nooit. Al Almera heeft nu, uh, of in, in januari Radovanovic van korter ja, kanalen. Ja. Ja. Ik weet niet of hij veel speelt eigenlijk. Dus, uh, dat is een uh, uitzondering. Ja, ja. ja, nee, ja. daarom denk ik van ja, dat is ook nu niet het typisch spel waarvan je denkt van ah, dat is iemand maar, voor de Spaanse. Nee, dus, en zouden we die iedereen gescout hebben, of zou dat een makelaars transfer? Ja, dan, ja, dat weet ik ook niet. Maar, oh, ja. Ja. maar als Gigon nu promoveert, mogen ze bellen. Ze mogen altijd bellen, ik wil altijd wel eens gaan praten. Ja. Ja, en in, is dat zo, vanuit de familie zouden ze dat niet heel cool vinden? Dat zouden ze zeker heel cool vinden. Ja. Ja. Ja, het zal natuurlijk ook veel afhangen wat hun ambities zijn. En ja. Zo. Ja, als het echt is om degradatie te voetbal, voetbal te spelen in Spanje, dan denk ik dat ik op dit moment veel beter in de Union zit. Ja, ja. maar ja, het is wel mooi om in de voetspoor te treden van dan Kini, ja. maar ook van Luis Enrique, van Dautria. Uh, ja. Dus uh, het is wel een gerenommeerde club eigenlijk. Uh. Um, maar mocht Real Oviedo bellen, want er ligt een shirtje van Santi Cazorla, van de grote rivaal van Sporting Gigant, zou dat dan ook mogen van de familie Castromont? Ik denk dat ze mij wel nooit echt kunnen, <laughs> allez, of zullen tegenhouden. Hè? Um, maar um, ja, ik denk... Ja, ik weet het eigenlijk niet hoe dat zit. Nee, het is, is Asturias, dus op zich... Dan maak het niet zo Daar in Spanje is de rivaliteit heel groot, maar voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel. Okay. Wij We zijn wel Sportingistas, maar... Ja, en misschien als Real Madrid uh, belt? Ja, ik Zierig, denk, die het, die niet denk ginezen, het niet. Nee, daarom. Het ik, ik, <stutters> schijnt echt een bars. Altijd, echt een bars <stutters> vroeger altijd echt, maar ja, natuurlijk, als, als ooit zo'n vraag komt. Ja, ja, ja dat kunnen niet de, Het is noodzwandelijk tot daar. <stutters> ja, <stutters> ja. Ja. ja, dan doe ik wel alles om daar te geraken. Dus, ja, uiteraard. Ja. De pelgrimstocht gaat hij niet door Asturias? Naar Santiago? Ja, ja. ja, dus ja, het is wel passelijk om dat dan te zeggen. Maar goed, ik wil je wel bedanken om tijd vrij te maken. Want eigenlijk. Het is niet dat je tijd te veel hebt. Hè? Uh, want donderdag nee, ja, het is het alweer. Komt nu eens goed uit dat ja. je een vrije dag heb, Maar dan uh, is het weer donderdag, zondag, donderdag. Ja. Naar Finnerbachel. Dus ja, dan zijn we al weg. Heb van, je daar schrik van? Van de heksenketel Istanbul? Nee, helemaal niet. Uh, we weten wel dat het echt een heksenketel gaat zijn. Maar we, hebben, uh, we kijken er echt naar uit. We kijken er echt naar uit. Uh, ook nu, omdat Frankfurt was. Uh, ja, ook ongeveer dezelfde aantallen. Iets van een. Ja, een dikke 15.000. Mm -hmm. uh, maar ja, toch iets, iets anders, denk ik. Uh, ik had niet zo het gevoel dat het echt een heksenketel was in Frankfurt. Ja, dus ik had dat uh, wel als supporter. De, de kop was echt wel heel indrukwekkend en zo, maar daar rond had ik zo niet het gevoel... Had ik eerder het gevoel aan de mensen komen voor. En wie was dat wel. Uh, ja, eigenlijk van op, van op de... In uh, de tribune de vond tribune ik het echt... Ze van, oh, ja, die, die van de Union waren echt... Goed, maar ja, je staat daartussen. Liverpool hebben we niet echt gehoord. Ja, Union was er geweldig. die maar, ja, Union ja, was daar echt geweldig. Ja. Maar ja, ik zei van ja, op het veld, ja, die van Liverpool, zeker zo achter de goal uh, waar hun kop, dan staat ik zei, ja, die hoorde je toch wel. Ja, ja. Uh, maar ja, natuurlijk, ja, je kunt dat niet vergelijken als ze nu uh, tegen Manchester United of, of City gaan spelen, tegen ja. dat Union komt spelen. Het is het enige ja. stadion waar ik al geweest ben in Engeland, waar ik wel op ah, hier is sfeer. Dat in Manchester United uh, al ja, effort En het Engels voetbal. Nee, is niet waar. <laughs> helemaal niet waar. Dat is oh ja. helemaal niet waar. Nee, nee, ik weet het, um, we het Maar ik vond wel Liverpool dat dat wel binnenkwam uh, in, uh, bij United. En het was wel Champions League, dat is altijd wel uh, misschien net iets minder straf mm -hmm. qua sfeer dan echt een, een grote derby uh, zoals afgelopen weekend in Manchester. Maar ik vond dat wel tegenvallen. Maar goed, um, ik was eigenlijk mm -hmm. al gewoon nu aan het bedenken om, mm -hmm. om naar hier te komen. Maar ik, ik um, zeg het wel in Liverpool, ik kijk er zo heel hard naar uit naar die you never walk alone ja. want ik denk in de premier league uh, zingen ze dat als de spelers op het veld staan mm -hmm. maar in de ja, Europees mag dat niet of zo denk of dan hebben ze ja, ja nee want dan moet de, de, de Europa, Europa. die game dus moment, uh, ja. ik, ik ik was zelf nog, uh, nog niet in de catacombe ik ben meestal wel altijd uh, als laatste en ik zat nog in de kleedkamer en toen, toen hoorde ik ze toen had ik echt zoiets van ja, allee damn, ben ben daarvoor niet naar hier en dan heb ik het gemist dus uh, dat vond ik wel jammer, ja. ja. Ik denk dat dat ook wel nog iets speciaals was. Maar ja. de rest was de, de sfeer zeker, zeker goed. Oké. Okay. Um, ik kan nog één ding wel vermelden eigenlijk, gewoon voor de fans van het Spaanse voetbal. We hebben het over 15.000 gehad uh, in het stadion van Fenerbahce en in, in Frankfurt. Maar de helft daarvan, zelfs meer dan de helft daarvan, zat um, in het Riazor. Deportivo La Coruña zit tegenwoordig in derde klasse. En uh, 28.112... Toeschouwers waren daar om te kijken naar een 4-1 overwinning uh, tegen, tegen streekgenoot uh, Lugo. ik wil klasse. Dat je, ja, ja klasse. fantastisch. Onlangs oh, ook bij Malaga zag ik uh, van mm -hmm. stadion. Ja, ook derde klas of tweede klas? Ook derde, derde ja. klas. Ja, dus, uh, dat was straf. Ja, ja. Zittenberg heeft ook iets natuurlijk. maar... Mm -hmm. uh, ik had ook wel gezien, ik denk uh, vorige week of twee weken geleden, dat in de Bundesliga. Tweede klasse meer. Ja. Had, uh, Eerst uh, minder supporters. Ja, uh, ja. ja uh, aantallen hadden Ja, Schalke klasse. zit daar, Hamburg zit daar. Hamburg, Schalke daar, ja, natuurlijk, ja. Hertha. Ja, ja. ja, die krijgen het Olympische Stadion niet goed vol, hè. Ja, dat ja, was oké, maar dat, 80, ja. Ja. Of zit er ja, dat is 80. Ja, dat is meer. St. Pauli staat er aan kop, hè. Dus uh, ja. dat kan ook ja. misschien nog. Jij hebt hem naar Duitsland stuurt hè. Toch een beetje een makelaar, hè. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, goed, ik wil ook Enrique bedanken voor zijn komst. En Koen, ja, jij zit hier volgende maand terug, want... Als Oude liefde roest niet. Als je mij vraagt. Zeker. Weet. En ik kan, dan kom ik. Maar kunt je ons wel dan uh, beloven dat je je haar... Terug laat de En niet dat kapper gaat. Want... Ja, tot dan laten groeien. Ja, misschien nog een maand Zoals die speler van... Uh... Ja, maar toen hebben we hebben een nieuwe, nieuwe lookalike. Ik ontdekt. Zeg het, ja. Niet Brian Giel, maar... Uh... Nee, maar Brian Giel, dat is echt... Ja, Brian Giel. Hè, tot tot hier zegt. of zo. Ja, nee, maar je moet eens naar uh, Unai ja. e Gomez kijken. Ja, die van... Uh, die van uh, Atleti van, uh, Club. Maar ik zag hem, wie is er Ik wist direct, Ik wist <laughs> direct. Michael gaat er een uh, Ja, ik zag, ik zag het interview met hem en het was ja. echt wel. Uh, het is, is lang. Dos Gotas de Agua zeggen ze. Als twee druppels water in het, uh, in het Spaans. Dus. Dat verstond ik nog ja. niet. <laughs> nee, nee, dat is wel straf. Dus je gaat uw haar laten groeien en je komt hier volgende maand terug. Zitten. Ik kan niks beloven. Oké. Okay. Bedankt gasten om te komen. Bedankt uh, luisteraars en kijkers om uh, trouw te kijken en te luisteren. Tot de volgende keer. Ciao.